You're listening to the Fuckcast. Fuckcast. We waren al een beetje begonnen, dus ik denk, het is nu maar snel de recordknop in. Het is vandaag uh, maandag, uh, weet ik veel: uh, 23, het is... 23, 23. Het is vandaag maandag 23 januari, <laughs> maar eigenlijk is het uh, 27 januari. Want we vieren. Nou ja, het is niet echt vieren natuurlijk, maar. We uh, eren Louis de Funet, uh, 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 die, is 40, die is op 27 januari 1983 overleden, dus die is 40 jaar overleden. En dat doe ik met twee kenners, genaamd Sven de Ridder en Alex Engdiel. Heren, welkom. Hallo. Eén een, en een echte kenner eigenlijk. Hè, de ja. Ik ben nee, wel nee, een liefhebber. Nee, nee, nee. Zo, ik ben ermee opgegroeid, ook zoals veel mensen, maar, maar jij ze wel echt een fan is vindt. Ja, ik verschouw hm. er ook van dat er al 40 jaar was dat die, dat die mens is gestorven. Dat, is, ja. dat wil dus zeggen dat ik zelf heel jong was, ja. toen ik die eigenlijk leerde ontdekken. En ik denk dat ik die ja, leerde ontdekken als ze al dood was. Dus... Hm. Ik heb ik heb het nog weten, ik weet nog wel uh, levendig dat La Soupe aux Choux uitkwam. Die heb ik in een cine de cinema gezien. Dat is de, de voorlaatste, denk ik. Hè, want die is ja, een ja. De, de ja. Even de van de laatste. Ge, ja. Le Gendarme was de laatste, ja. denk ik. Ja. Worden ja. je zo'n schoon Frans? Fuck, ik moet u niet ja. zorgen over. Ja, dat is, dat, dit wordt een heel probleem, <laughs> dames en heren. Le Gendarme et Gendarme. Le Gendarme et. Oh, oui, ja. Titels butcheren, dat is dat het geen namen hebben. Ja, dat kan is mooi, door, mooi maar dat hoor ik u dan wel heel graag doen. Holy of holio-frans. Blokken, Orvach-Amusee, Le Chournay, de Venture. Heel sexy, Alex, als jij zegt: Le Gendarme et Le Gendarme. Oh, oh, oh. Nee, maar het is, het is, dat, is een, dat is een, ja, nee, ik, ik, dat herinner ik mij nog wel dat dat super uitkwam en dat ik zo die, die, bij Jorupke dan, hè, Europe, de, 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 première die reek, daar liet hij je altijd zo wat fragmentjes zien. Ja, dan film, die, soms. ja eigenlijk wel hè. in deze <laughs> tijden zeker wat nu kregen ze zo teasers en flashen en toe was dat echt een hele scène dat je zag hè. ja ja, ja dat, die, dat er zo aangeklopt werd en dat die een alien en zo. Woe, in, ja. in je loft. Ja, dat is zoiets dat ik nooit vergeet. Zo, dat zijn zo'n aantal van die beelden. En mijn onkel. Um, is die is een Aliens. Uit... Ja, nee. ja, ja, ja. ja. onderaan die komt uit Spanje, maar dat is banaal hetzelfde eigenlijk. Mijn aangetrouwde noem, alleen mijn Peter eigenlijk, die was getrouwd met de zus van mijn mama. En die keek heel veel Franse films. En, ah, ja. en, en ik herinner mij ook nog. Ja, dat weet jij ook, Sven. Als, wij kregen nog wel heel veel Franse cinema binnen, hè, toen wij Heel waren. meer dan nu. Hè. Ja, ja, maar, ook omdat de zo... Baron, Baron Heijlen, de baas mm -hmm. van het Rijksconcern, van de cinemas in Antwerpen eigenlijk, uh, een beetje een probleem had ook met de Amerikaanse uh, distributeurs. Ja. Hij uh, wou zoveel geld niet betalen en ging daarom ook Franse films massaal programmeren. Mm -hmm. En eigenlijk heeft hij... Mee... Ook, Duitse de Duitse ook, hè. Films, Duitse films ook. Duitse films, Franse ja. films, Britse films... Mm -hmm. Britse films. Maar dus, dat de, de Franse film leefde in de jaren 70 jaren tachtig. Ja, ja. Jullie, jullie kijken ook RTBF, jullie kijken ook natuurlijk veel Franse tv. Adieu. Of, of adieu. Ja. Uh, 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 Hebben heb jullie Club de Dorothée? Club Dorothée. zo, de de, 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 de. Ja, juist. Oh my god, godverdomme. <laughs> ja. Dat zal je leren. Ja, maar dat is Heeft iemand van jullie een Louis de Vunay film in de cinema gezien? Ja, La Soup aux Choux. Ah, die heb je in het ziel Ja, maar dan, ik kwam hier uit en ik denk dat hem, ja, een half jaar daarna of zo stierf. Maar ah, ja. dan, mijn eerste kennismaking met de Funes. Mm -hmm. um, allee, thuis werd er heel veel nog gekeken, maar to, ik had er toen nog geen oog. Naar. Maar uh, in 1982 was ik uh, acht jaar uh, oh. en zo mijn grote filmleven is rond mijn tien begonnen. Dus en dan ben ik eigenlijk de Funes gaan ontdekken. Uh, All right. Nou. Ik, kan daar, ik weet dat ik dat gezien heb, of dat, daar, dat ik daar films van gezien heb, maar ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Het enige waar ik me nog wel echt kan herinneren, en ook toen ik het terug zag, dan van ja, dit heb ik gezien, zijn die gendarme uh, films. Uh, zeker die eerste, omdat daar ook wat blote borsten in kwamen natuurlijk. Dus, dus uh, dat is altijd goed. Uh, uh, maar dus ik, ik heb er nu speciaal voor vandaag heb ik er echt best veel teruggezien. We hebben er, uh, alles opgeteld met het publiek en jullie top 5 en de mijne heb ik een top 15 gemaakt en ik heb er eigenlijk Oeh. maar uh, <laughs> drie, ik heb er drie niet gezien. Dus 12 uh, dus heb ik Al, wel gezien. Alvorens ik traditioneel met een achtergrond gaan zitten naar de man himself. en ja. waarover dat we het gaan hebben, moet je toch maar even, even, even flapperen. Hè? Ik wil ook iets ja. flapperen. Jij ja, moet maar flapperen. Ik... Ja. Kijk, ik heb dit een vinylplaat van Louis de Funès. Een dubbel ja. LP, dubbel LP. Een fantastische collector's item, denk ik. En wat ik. staat er nou juist op? Uh, ah, acteur, conteur, penseur, chanteur. Waar, dat hem dus de, waar de veelzijdigheid van die man eigenlijk wordt uh, mee geëtaleerd. Aan ene kant is volledig liedjes, Le Chanteur. Aan kant is Le Penseur, waarin hij uh, dingen uh, over Corneille en Voltaire en Racine vertelt. Ola. Dan Le Conteur, waarin hem de fabels van de La Fontaine vertelt. Toch. En L'Acteur, dat zijn allemaal fragmenten uit uh, uh, Molière-stukken. Wow. Het ah, okay. ja, heeft dus niks, niks met film te maken, maar dat is eigenlijk ja, een beetje... En van welk jaar is die plaat? Wanneer is die uitgekomen? Goeie vraag. is gekocht in opus 1, in de centrische. Ja, 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 in de, oh, in de dat zal wel zijn. Daar hebben we nog platen 1983. Cả, ja. oh, okay. de, die, die ja, van. 1983. Ah, uh... op zijn... Oké. Op het jaar van zijn dood, zeker? Ja, zijn overlijden. Het heeft ook hommage aan Louis de Funet. Dus ik denk... Ja. Waarschijnlijk the... is daar alles wat hij it... ooit uh, opgenomen heeft uh, samengebracht. Um, Het top... was een blattende uh, cash grab. Het <laughs> ja, <I don't> <laughs> was een <a> cash grab. <laughs> en. <laughs> we voilà. zijn hier dus voilà. ja. Ja. Uh, daar is Louis oh, een... mooi met zijn petje op Hepa. Louis de Funès ik Fink, Fokke, even, ja. even een vraagje, hoe lang uh, hoe, hoe hard leefde die in Nederland eigenlijk kregen jullie dat ook mee daar Louis de Funès ik denk het zou kunnen dat wij bijvoorbeeld ook zo'n film wel eens bij de Franse les gezien zouden kunnen hebben of zo maar dat is wel ja dat, dat, ja, dat zijn van die middagfilms hè van die dingen die worden de... ja, tegenwoordig ook op Max uh, veel uitgezonden op de omroep de... Max dat is de, okay. Hollandse, de Hollandse zender voor bejaarden. Uh, is dat. Maar dat is inderdaad... Uh, dus dat werd uh, smiddags. En ja, ik hu huurde natuurlijk uh, alles. Ik huurde de hele videotheek leeg. Dus die ben ik ook tegengekomen. Maar ik, ik had er uh, niet de grootste voorliefde van. Uh, uh, maar dat is nu bij het herbekijken... En ik zeg het, ik heb op een week tijd twaalf films zitten kijken. Dus dat is best uh, veel uh, Frans geroep. <laughs> maar maar, maar dat, het, heeft, het heeft me geen moment geïrriteerd. Ik vond het echt gaaf. Want, mm -hmm. uh, dus toen ik aan de mensen vroeg... Ik heb via Instagram uh, ook aan de uh, uh, Instagram-mensen gevraagd... Uh, Wat is je favoriete Louis de Funès ding En er zijn een zestig, zeventigtal uh, stemmen uit voortgekomen. Ah, en, en ook één iemand die zei... Geen enkele. Te veel ja. nerveus gedoe. En dat ja. snap ik ook wel. Ik snap het ook wel. Het ja, is een heel... Dat's... Dat is wat mijn, wat mijn tante en mijn moeder er altijd over zeiden. Ja? Zo. Die zeiden: Echt zo'n nerveuze piedestad, kan er niet naar kijken. Ja, dus je wordt wel voor of tegen of zo. Het was wel een, een aparte. Allee, die had wel een stijl. Ik, zal en ik, het zo ik kan me voorstellen dat, dat ik dat vroeger niet zo leuk vind, maar nu wel. En ik vind ook dat hij van heel vrolijk naar heel kwaad in 0,03 seconden. Ja. Ja, ja, een beetje, beetje de fokken van Nederland eigenlijk wel zo. Hè. <laughs> ja, I <laughs> wish. Ik ben uh, wish. onlangs naar een, een tentoonstelling geweest uh, in Brussel, uh, waar dat er uh, ja, van alle dingen stonden die in zijn films uh, um, te zien waren. Oh, en ja. maar ook, ook zijn geschiedenis een beetje. Ik heb daar ook zo'n een, een klein radioprogramma uh, voor Radio 1 voor gemokt. ik niet gemokt, maar ik werd dan gevraagd als, als uh, uh, gast. Ja, ja. En dat moest rondlopen en er commentaar op moest geven. En Er was een machine worden je dus alle uitdrukkingen van Louis de op opzag. En dan kon er bijvoorbeeld zeggen. Uh, boos. En dan hup En dan kregen de verschillende uitdrukkingen. boos. of uh, vriendelijk. En dan fragmentjes uit films wat een vriendelijk deed. En dat is ongelooflijk. Dat is een mimiek. Die ja. had echt een smoel van Cachou, Gelijk dat ze zeggen. Ja, 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 maar die kon ja, ja. echt. Ongelooflijk met zijn gezicht uh, emoties uit, uitbeelden. Hè. Ja, ja Beetje... en, en heel snel, tics en snel. Zo, ja, dat, snelheid. Het, het, het aardige van die films. Het aardige is natuurlijk dat ze 90 minuten duren. In het slechtste geval een uur, drie kwartier. Weet je wel, ze, die duren kort. En die gaan rap. En hij is rap. En die montage is goed. En dat is, dat is, dat is niet zo heel gedateerd. Ja, dat is natuurlijk gedateerd. In, 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 maar dat, het is wel snel. En hij is gewoon snel. Ja. En, ja. Wat, hij wat, doek, wat heeft ook ja Nee, zeg maar zo. Nee, nee, wat ook een beetje vergelijkbaar is, andere stijl, maar vergelijkbaar met, met waarom dat Faulty Towers nog altijd zo goed overheen Absoluut. blijft. Absoluut. Ja. Omdat dat ook enorm snel was voor die en tijd. En je voelde het ook zeker om mijn, mijn, mijn ouders en zo, en mijn, mijn familie die die films zagen, die, waren dan, die, die vonden die echt heel hyperkinetisch. Ja. Omdat dat, voor die tijd was dat nog rapper. Hè? Toch, Want tuurlijk. wij zijn al. Wij zijn al jarenlang zo van die hyperkinetische tv gewend. Maar, maar toen was dat... Ja, die was zo druk... Ja. Dat, dat veel mensen dachten: van wat de fuck is hier aan het gebeuren? Hij wat zou natuurlijk... niet meer staan op YouTube. Weet je? Nee, wat hij zijn kracht is. ook was. Waardoor ja. ik denk dat hij nog wel overeind zou blijven, moest hij nu een jongere mens in, in de jongere mensen in een film maken. Absoluut. Dan zouden we wel denken: oh ja, oké, okay, hij is een funny guy. Jim Carrey-achtig, of Quiet ja. ja. Jim Carrey. is heel ja. veel. Quiet Heem... Jim Carrey. Ja, ja. Dat is wel ja. een rubberen ja. gezicht. Ja. In die in ja. de tentoonstelling zeggen ze dus ook dat dus hij zijn een mosterd heeft schuld, hè Want natuurlijk, mm -hmm. uh, in comedy, dat is. Comedy, ja, dat, zeker in, in film, dat, dat besprenkelt mekaar. Is... Overal, natuurlijk. Ja, ja, ja. In, in alles. In stand-up ook. dat, dat is en allemaal... dat was zo schoon dat ja. je dan zegt dat hij bij de Marx Brothers heel veel uh, geleend heeft. En, en ja, ja, ja. herwerkt heeft ook in zijn, in zijn, uh, in zijn films. Ja. Ik, er is bijvoorbeeld zo'n scène mee uh, dat hij in de, de Bubblegum valt. Ja. Uh, dat, is ook, dat, is, dat is letterlijk een scène uit een van de Marx Brothers-films ook. Uh, Ach. Dat is wel <laughs> niet in Bubblegum, maar dan in iets anders. Uh, maar ook bij Buster Keaton, Autumn, Autumn, bijvoorbeeld mm. die notte die nooit die in valt en zo. Ja ja. En, en dat is wel tof om te zien dan dat hij de, de zoek naar de comedy voor hem grijpt eigenlijk. Tuurlijk, maar ja, dat doet iedereen. Hè? Nu, ja. het, het Aardigst natuurlijk, de man is geboren in uh, 1914 en is eigenlijk, ik bedoel, zijn grote, do, zijn grote, hij heeft er heel veel films gemaakt, maar vooral ja, mi, begin midden jaren zestig is mm het -hmm. pas echt echt uh, groot geworden. Dan, ja, Laadbloeien. Dat was, ja. was 50 toen al. Hè? Dat ja. Was... Ja. Dus, en uh, toch en... heel veel films gemakkelijk ja, ervan. 163 credits op IMDB. Ja. 163. En, dus en ik eigenlijk... moet er nog, uh, nog 151 kijken. Maar, en, en, want er zijn ook. Ja, ik bedoel, dit is een DVD-box die ik heb. Dit is de Gendarme box. Dit is zo'n box. Dit is een, een box. Dit is mm -hmm. nog een box. En uh, uh, dit is. Uh, en dit zijn allemaal boxen. En dat? De top 15, die ligt hiernaast. Dus dat zijn nog andere DVD's en boxen. Die ik je van heb. <laughs> ja. Het enige kutte is, er zit heel veel overlap. Dus op sommige boxen staat het ene film. En dan staat die andere film daar ook op. En het is, het is wel een rommel. Ik denk dat er heel veel productiemaatschappijen die box hebben uitgebracht. En dat het een beetje een rommeltje is. En, uh... Maar ja, je, je kunt er nog wel echt veel van vinden. Dit vind ik wel heel mooi. hier staan ook heel veel oudere Het Dat is mooi hè. Zoek dus je dat aan Alain Delon? Ah ja. ja, van die reeks. Ja, dat is een heel schoon reeks. Ik, ik van Belmondo, denk ik ook. Ik. Ja, dat zijn ja. van die dunne ja. Ja. Ja, ja En dat waren inderdaad ook de films die allemaal als de nieuwe Belmondo of de nieuwe Delon uit was. Dat was een grote cinema, release je zeggen. Rijden, ja, ja. de Je kunt er niet meer mm -hmm. voorstellen van. Nee. Dezelfde ja, die Belmondo-podcast Belmondo ja. wil ik ook nog eens een keer doen. Want dat, dat boeit mij ook. En uh, het enige kutte is dat ik. Azer-Azen. Ik, ik de <laughs> de, azen een, de, azen. een hoop van die Noorschool. Ja, ja nee, die britten podcast Dat heb ik nog niet gezien. Vooral de dus, Azer-Azen. Die heb ik, maar die is uh, Duits, duits, duits ondertiteld. Dus ja. daar ben ik helemaal niks mee. Ja, Goed, super Dat speelt zich wel af in het Tweede Wereld, toch? Ja, ja, Maar ik wist, want die heb ik dus als kind gezien. En er zit een scène die gewoon. Ah ja, dat is dit. ja, voilà. ja die, die, Heer... trouwens ook, die trouwens ook in een Louis de Funès film zit. Waar vond in welke dan? Nee nee nee, die scène die in Las de Zes zit. De, sch ja. de schaduw van, de, van het dorp. Ah die ja ja Hitler. dat komt dus dat is eigenlijk wel een ode in Las de Zes om een Louis de finet film. Juist, ja ja ja. ja, ja. Dus als hem zo een gastson is of ze ja, nee, zo weet weten niet, dat is tot een restaurant. Ja de ja, ja, wel, ja voilà en dan begint dat zo meer en meer ah, van ja, ja, straad doen erover. Ik kom, ik komt dan die er nog ga jongens. <laughs> ja. Yes. Ja, dan komt hij staan op de zevende e plaats. We gaan dus leuk. Ik heb nog een leuke anekdote. Ja. Mag ik die vertellen voor we vertel vertel vertel. Het wordt een lange avond. Het wordt een lange avond. Louis de Funès het, het, het vreemde erom is dat die man eigenlijk nooit geen film zelf geregisseerd heeft, mm -hmm. uh, of toch niet dat ik weet. Correct me if I'm wrong. Uh, 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 beste luisteraars en uh, kijkers, met, met, ja volgens IMDb, ja. Lavare... Uh, La of zoiets. Lavare? heeft hij uh, niet zelf geregisseerd. 19, 19, 19, of 1980. Co, Co geregisseerd. Co samen Jean Giraud. Ja, samen, maar ja. Uh, Jean Giraud is een Möbius, nee. Nee, nee, dat is... Nee, Oké, okay, toch... ik wou wel zeggen, want je heet dezelfde naam, dat is wel ja. grappig. Nee, ja, ik spreek het gewoon slecht uit waarschijnlijk. Nee, dat is niet erg. Maar hij heeft dus wel altijd de touwtjes in handen gehad bij uh, de meeste van zijn latere films, na zijn doorbraak eigenlijk. Ja. Doordat hij op de set ook werd... Allee, iedereen keek of dat Louis de Funé het goed vond of niet, en dan... Eh, dus een beetje lijkt dat Tom Cruise zijn films mocht, denk ik. Eh. Ja. Uh, die regisseert gun. ook niet, maar niemand he, die nee, te zeggen voilà. is die op ja. De set echt... voilà, ja, precies, ja. Voilà. Dus En ik ken iemand die dus op de set heeft gestaan met Louis de Funès, namelijk okay. uh, onze eigen grote komische acteur Ivo Pauwels. Uh, ondertussen ook al een stuk in de tachtig. Um, maar Ivo Pauwels heeft meegespeeld in Les Grands Vacances. Uh, okay. uh, er was op een gegeven moment uh, een scène in met Antwerpse schippers. Uh, en ze zitten op gegeven moment in Antwerpen. Dus, casting. We moeten uh, ze een Antwerpse acteur hebben. Eva Pabels wordt gecast via... Ook dat dat toen ging via boeken of zo. Of via... Uh, Want uh, internet bestond mm -hmm. nog niet. Dus de Eva moet uh, op audiëntie komen bij Louis de Funès. Holy shit. Een, een vliegticket betaald. werd afgehaald op de met een vlieghaven met een grote auto wordt gereden naar het kasteel van Louis de Funès. Want Louis de Funès was kasteeleigenaar en groot grondbezitter. Just, Mooi. He, ja. Zo hoort dat. Echt ja. gelijk als in de film. Hè. Zo ja. uitstappen, ja. wordt dan begeleid. En zo voor het kasteel, in zo'n prieeltje, zit Louis de Funès te eten. Smiddags, mm. lunch, <laughs> helemaal alleen. En de komt dus... Naar daar en denkt van, wat dat hier? Dat is echt... de Godfather. Ja, 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 ja maar echt. Ja, ja. Ja. Keer, <laughs> keer een lunch met Louis <laughs> de Funé? alleen ja. come on. Dus komt er aan en uh, die assistent die is, uh, monsieur de Funé, uh, ça c'est uh, Ivo Pauwels, uh, uh, lecteur en versois. En Louis de Funé kijkt op, ziet even, en zegt: Oui, c'est bien. En het voort, ja, ja. Je gaat terug de noten in, terug vliegt dan goed, terug over no, oh, dat meer oh, die. Ja. Hij hey, oh. woord gewisseld. Ah, ah, ah. nee, en ze we zien hem. Oei, Cebille, dat is goed. Uh, Ivo right. okay. komt op die zit. Uh -huh. Voor die ene scène en die hebben allemaal um, een 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 sweater om, al die matrozen. En er stond op de grote Lu. Want mm -hmm. de grote Lu, Lu of Lulu of de de grote Lu. Dat is eigenlijk de, de, de naam van, van de rederij of van het schip of weet ik. Ja, ja, ja. Maar de grote is met twee o's. Ah, ja, ja, ja. Fout. Dus de neven, als je weet, van, roept een assistent van... Het uh, is een fout, want grote hè, in, het, in het Nederlands is met één o. En... Oh, wie, wie, wie? Iedereen wist dat al. Ah, maar ja. zeg het alstublieft niet tegen meneer de Defuné. <laughs> dan is het aan de <laughs> Dus In die film hebben die allemaal een om, oh. met dus een geschreven uh, woord. Ja, ah. woord. So, nou, ja. Ik zou het nog kunnen bezien is dat dat zo'n hele oude benaming was, toen ja. ze het nog wel ja. met wie of spelden, dan moet er nog een nutlig om geven. Het ja, ja, is wel, wel goed. Ja, het was in het niet zo'n gemakkelijke. Hè. Wat ik er al nee. wel over gelezen had, ook, was dat veel acteurs ook niet zo dat hij heel veel afstand hield van acteurs en er bleek ook zo'n ding rond te gaan over hem dat hem nogal gierig was dat hem niet graag iets uitgaf. Ah, dat wist ook ik niet. Ja, ja. Dus dat is ook zoiets. Ja, Al zo je zo op, op, de raak werden, ah, dat zou wel zijn. Oh shit, dan, dan we... gaan we bij nooit lukken. Dus, dus hey. onszelf, doe het nooit niet over. Gaan, maar, <laughs> <Ja>. he, <mannen. laughs> maar wel dat hij, dat hij eigenlijk niet zo kwaad was, hij eerder timide. Uh, als mens eerder timide. Afstandelijk, was. Ja, ja, stil, Zo'n zo ja. beetje gereserveerd. Het tegenovergestelde van zijn fig. van zijn Personages dat hem spelden, eigenlijk. Ja, precies. Mm -hmm. niet, zo, um, niet zo extreem. En, uh... en omringde zich vaak met dezelfde castmembers. Bijvoorbeeld, er is een actrice die, die in oh, zeven of acht films zijn vrouw heeft gespeeld. Ja. Omdat ze vond dat klinkt gewoon. Oké, okay, dan never change winning team. Uh, uh, ook zo Jean Carmet of Michel Galabru, ook acteurs die hem dikwijls terugvroegen. Mm. Uh, omdat, ja, een beetje die, die comfort zone. En ik moet eerlijk zeggen, dat herken ik ook wel, zodat je. In uw theatergroep zo dezelfde mensen graag bij u hebben. Omdat je dan weet: van, oké, okay, dat is al, mm -hmm. al, al plezant. Dat is een top begin voor de, want de film waar die op de vijftiende plaats staat, die met één punt, die ik wel gezien had, maar die eigenlijk niet in onze lijstje voorkwam, maar één iemand op het interweb zat die. Dat is deze: uh, hi 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 Hibernatus. Hi ja, dat is niet Lavare, hè, want Lavare... Nee, 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 speelt dus, hem ook zo'n raar figuur. Ja, ja, nee. Nee, nee, hier speelt Sorry. hem... Uh, dat is uh, eigenlijk uh, Iceman. Ja, dat, ah, is, okay. uh, dat is een man die... Uh, 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 50 jaar in het ijs heeft gelegen. Of 60 jaar in het ijs heeft gelegen. Ah, ja. Die uh, familie is... van de vrouw... van, uh, van Louis Diffinet. Die een soort uh, industriële uh, gast is. En die, uh, ze pikken die... Van de slechterik van James Bond. Uh, ze pikken die van. Uh, wacht, ik ga het terug opzoeken. Wacht hè. Ze pikken die van Michael uh, Lonsdale. De, Michael uh, Lonsdale uh, is de. Het uh, 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 Moonraker, ja, Moonraker. Moonraker. Ja, de slechterik van Moonraker. In Frans zit dat het hier, Michel Lonsdale. Uh, ja, Michel, Michel Lonsdale. Die, die spreekt Frans, ja. En ze. De bevroren man, en die komt weer tot leven. Maar om hem niet te laten schrikken, hebben ze het hele huis. Uh, ook in, de, in, in 1905. Stijl ah, ja. gemaakt. En, en moeten ze uh, deurencomediegewijs dat proberen te regelen. En dan wordt hij verliefd op iemand. En, dan, en op een gegeven moment wordt hij zo kwaad dat hij het gewoon wel allemaal vertelt. <laughs> the... ah, ja. Nou is genoeg. En, en, en dan zijn vliegtuigen. En zo begint ah. ze <laughs> te roepen. En uh, ja, ik vind dat wel uh, vond dat een hele leuke film. En inderdaad, uh, uh, de, die mevrouw die zijn vrouw speelt, een heel, die speelt daar ook heel goed. En dat is die Claude. Zak of zoiets? Dat is die. Nee? Zeg ik het niet, juist. noemde die, die ja, maar nu zingen... een Klootzak? Wat zei je? al? Nee, daar <laughs> <nog>? Claude. Claude, <laughs> Claude... Claude... Claude Zak. Jongens, ja, die mevrouw die altijd zijn vrouw speelt, die speelt daar ook zijn vrouw. Maar goed. Okay. Uh, en The, de Butler. I'll, I'll take your word for it. Yeah. En de Butler is ook <laughs> iemand die ook al een paar keer zijn. Uh, uh, of zeg ik het verkeerd? Ja, ja. Nee, het is juist. Claude en... Jean Sac. Ja, ik zei het ah, ja, ja, die, die heeft verschillende keren zijn vrouw gespeeld. Dat is, is die mevrouw die, die zijn ja. vrouw speelt. En dan heb je ook nog de, de man die um, de Butler speelt. En die, speelt, die heb ik ook in twee films de Butler zien spelen. En zijn zoon deed ook vaak mee, Olivier de En die speelde ik in deze film ook mee. Ah ja, dat is juist. Die speelt ja. ook zijn zoon in deze film, dat is waar. Ja. Ah, dat wist ik zelfs niet, dat, dat ze zo was. Die doet dat ook goed. Het is een hele leuke film. Van die is trouwens van de regisseur van uh, La Cage aux Folles, uh, ja. Eduardo Molina. Ah, oké. Okay. Klopt, ja. dat heb right. ik ook opgezocht. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk een hartstikke toffe film. En dat heeft, ja, ik vind natuurlijk, dat heeft een hele interessante premisse. Uh, want ik dacht natuurlijk, want ik dacht van, ah ja, er komt iemand uit huis. Het, het is uh, Fish Out of Water. Dus ik dacht... Uh, Louis de Vénac komt uit het ijs en het is vis uit de water. Maar dat is niet. Hij moet het allemaal oplossen en oplossen. En, 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 hij moet de vis in de water houden. Hij moet de vis yeah, in de water yeah, houden. Yeah. Dat is inderdaad. Yeah, yeah. Uh, ja, dat is het niet deal. slecht. Ik heb die nog nooit gezien, helaas. Maar nu uh, Ja, ik, had daar, ik heb een paar uh, bij die movie store. Heb ik zo een paar. Uh, uh, die movie poster store heb ik een paar posters gevonden. En dat was er één van. En ik dacht van ja, als ik die poster heb, wil ik ook wel de film zien. Zo so is dat, mm. hè? <laughs> dus, uh, en ik vind het <laughs> leuk om eerst een poster te kopen die ik gewoon mooi vind. En dan die. Uh, die, uh, die ja, en wat dan ook tof is, is dat iemand van op het internet deze film heeft genomineerd. Ja, 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 ja. ja, ja. inderdaad. Op de veertiende plaats, die bij Sven is het top vijf, op zeven stond. Maar uh, nog iemand anders had hem ook aangeraden. Dat is, ja, die staat bij mij op deze box, uh, Oscar. Ja, oké. Okay. Uh, heb ik ook bekeken. Sven, vertel. Stond die bij mij op zeven? Ja, ik heb je op stond zeven. stond bij mijn Honorable Mentions. Ja, voilà, dus op ja. zeven. Nee, Oscar, Oscar is, een, is een theaterstuk ook. <laughs> uh, en uh, Louis <coughs> de Funé heeft dat ook gespeeld op het theater. Ah ja? Ja, en uh, uh, hier is dat uh, een paar jaar geleden ook gespeeld geweest door Jan van Dijk. Ach, Dat oh, komt okay. een beetje toe de Vlaamse Louis de Funé is, vind ik. Um, Oscar is een, het spel der vergissingen, hè. Um, uh, ga je het hem ook gezien? Uh, ja, ik heb hem gezien, Ja. ja. Vertel eens een vijf tijd geleden. Het is een, een deurcomedie. Uh, uh, ja. uh, 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 er komt een man binnen die zegt. De, de, Louis de Funès is weer een rijke industrialist. Zo'n zo gast die een uh, bedrijf, een groot bedrijf heeft. Iemand komt zeggen. Uh, ik heb geld van je gepikt en ik ga met je dochter trouwen. Dat blijkt niet zijn echte dochter te zijn. Dat geld zit in, in een. Koffer die ook de hele tijd. Er zijn drie van die koffers, dus die worden ook de hele tijd verswisseld. Dan is ze echt een dochter die, die ook wil trouwen, maar dat is met een andere man. En dan loopt het allemaal door elkaar heen. En het speelt zich. Het is heel helder dat het in een uh, theaterstuk is, want het speelt zich in één, ja, ja wel, heel jaren, 60 graafhuis. huis. ...af, maar het is wel uh, eenheid van tijd en plaats. Het is... Uh... Er zit een fantastische mm. massagescène in... Ja. Maar dat uh, de funé <laughs> echt fysiek... Uh, ...gemarteld wordt bijna, maar ja. grappig. Ja, <laughs> op een gegeven moment moet die dochter... ...ook trouwen met die masseur, anders komt het niet goed. Zo, weet je wel. Dus, ja. En dan trouwt hij maar bij hem. Weet je wel, zo... Da, 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 en, ja. <laughs> en ook weer... Uh, ...de vrouw wordt weergespeeld, inderdaad, door die... Uh, kloont, uh, Jean Sac. Jean Sac. En, ja, en die doet dat ook, ook heel goed. En dan... En dan komt er een andere dochter, en dan is dat toch zijn dochter. En dan is dat. Er... Ja, het is, het, is een, 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 het is echt goed geschreven, want je weet ook niet. En hoe gaan ze en waar gaan ze naartoe? Maar ik had wel in de eerste tien minuten al door. Ah, we gaan het huis niet uit. Dus het is eigenlijk gewoon een theaterstuk. En daar ben ik niet zo fan van. Een theaterstuk is theater ja. en een film is film. Ja. ja vind ik dat je... altijd? Uh, zoiets als Glen Gary, Glenn Ross of ja, Sigmund ja. ja, nee. Heb ik het lastig? Ja, echt. Heb ik het Ik zie dat eigenlijk wel graag. Of ja. De nee. Vader. Hmm. Dat heb ik niet gezien. Maar, maar hmm. ik, heb, ik heb het lastig als het inderdaad. Eenheid, als je voelt van ja, maar dit is het theaterstuk. En, en uh, dan moet je wel. Ze doen het best hoor, want het is wel heel kleurrijk. En het is, en is heel veel decor. Ik bedoel, dat huis is een groot huis. Ja. Dus je trap zonde... ja. ja. ook het hem afvalt en zo dat ik wel. Dat zijn ook. Dus ze hebben echt wel het best gedaan om het, uh, om het uh, zo visueel mogelijk op te lossen. Maar je voelt aan alles dat dat. Uh, dat, dat ja, dat dat niet is. En ja, dat vind ik gewoon een ander medium dan of zo het het, ja, ja. Het het, ja, Maar het is niet erg. Ik heb me wel geamuseerd. Ja, ik heb ook echt... heel succesvol geweest de film trouwens. Ja. Uh. ja. Op de, goed, dat was de, Op de dertiende plaats, dat is de poster die achter mij staat. Dat is Lom Orkest of zoiets. Ja. Uh -huh. en, en, uh, dat is dat... van die gast die zo, die, die meisjes uh, ja. uh, moet uh, beschermen. Hè? Louis de Fidet is, is uh, heeft een dansgezelschap. Uh, is het dan danser die een dansgezelschap heeft? Ik, ik kan gewoon al blijven luisteren naar jullie omschrijvingen van die films. En dat is <laughs> ja. al kijk hoe eigenlijk. Ja. Ik, dit, is, okay. de, dit is van alle films die ik gezien heb, is dit veruit de raarste. Oké. Okay. Want het is een musical, daar zitten dansstukken in. Uh, Louis de Funet is een danser, wat natuurlijk fucking raar is. Dat is echt, dit is echt een soort drugs. Koorts droom van van de jaren 60, die dan in 1970 gemaakt is. Maar de muziek is, dat is allemaal heel jaren 60. Heel veel kleurtjes. Knappe, jonge danseresjes. Die die probeert in toom te houden. En waar hij tegen zegt: Je mag dat niet eten, je mag dat niet doen. Dan is er één zwanger en dan moet hij dat oplossen. En de, 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 de gast die, uh, zijn uh, dat is niet zijn zoon, maar zijn, zijn, uh, zijn hulpje. Ja, die dat ook wil. Ook met even die vrouwen. En die andere vrouw. Die, wil ook, die heeft eigenlijk een andere vent. En, en hij moet het allemaal oplossen. Het is heel, er, zit, er zitten echt zo signature scenes in. En er zitten zo dansscènes in. En zo uh, uh, een paar liedjes ook. Dat er ineens een liedje wordt. Mm. Het is echt flauwe, raar. En kleurrijk. <laughs> en ik heb, er, ik heb er echt van genoten. Want die bleef echt hangen, die film. Toen ik dacht: ik haat musical. Het, het gaat ook eigenlijk niet echt ergens. Het heeft niet echt een rode draad. En, en ja, ik vond, het, ik vond het echt heel leuk. Maar wat, wat is het dan echt? dat je er leuk om vond? Als je dat Dat het, het zo mee... raar was. Omdat... Je ja. vind... omdat en omdat Louis de Verdet. Ook in die, dat toch, de, de soort. Die blijft daar voorbij, de, 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 het spoor of zo. Mm -hmm. die, 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 die zorgt ervoor dat dat niet uh, uh, wazig en gek en Dat blijft een vervelend. Uh, is oud je dat, dat in een remake of zoiets? Of? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat ja. Ik dacht dat wel. Heb jij dat gezien, Sven? Nee, nee. Mm, ik, ik op... weet alleen de premisse, maar ik heb dat niet gezien. Nee. nee. Ja, dat is iets wat ik normaal niet leuk zou moeten vinden, en ik, want, omdat het niet echt een verhaal heeft of zo. En ik heb eigenlijk keihard geamuseerd en dat bleef echt hangen. Maar dus nou, ik... om de hoes te zien zit er wel wat 60 psychedelica in. Zo. Ongelooflijk, ja, ja, ja. de hele tijd. Dat, dat doet mij een beetje denken, zonder, zonder hetzelfde te zijn uiteraard. En ik, heb, ik heb één van de twee morgen gezien, maar om die Casino Royale versie. Ja. Van, ja. uh, hè, van die originele de jaren zestig, die ook zo compleet geflipt en van de pot gerukt is. Ja. Ja. Dat ze ook alleen maar in de jaren zestig zouden kunnen hebben gemaakt. Watch ja. oh, Nieuw ja. Pussycat is ook zoiets. Ja, dat is ja. nog zoiets. Die ja. hebben ook altijd die heel mooie hoezen met zoveel kleuren en zo ja. die lavalampachtige letters. Ja. Zo, dat is altijd wel, dat is een lava, dat is een, een lava lamp film zo. Ja, dat dat is is zo je zit er te kijken en je denkt, wat de fuck is deze? En, en, en je denkt, als ik na paddos pak en dan neem ik de tijd van mijn leven zo. Ja, en die interieurs <laughs> van, van die huid, dat is ook zo. Ah, dat is mooi hè? Ik zo vind zo dat wel gewoon, en Zo zoveel die... aan de hand, zo ja. druk. En nu je is ziek... alles wit en kaal en weet je wat? Dat is druk. Dat is gewoon heel veel overal. Ja, ik had dat met Mad Men ook, he. dat je zo'n moment hebt dat, zo, dat ze voor die interieur zoek gaan. En die kleren ja. zo, die mini en die hoge botten en zo. Dat ze, die hadden ook een hele schone stijl he. toen, vond ik. Ja, ja, absoluut. Vooral vrouwen eigenlijk. De mannen-savat, dat ging ook nog wel. Nou, die nog... waren gewoon netjes, maar de vrouwen waren. Maar de vrouwen waren wel. Plus, uh... Wat ik ook wel een voordeel <laughs> vind van. verdamme, aller... man. Jaren 60 Louis de Funé. de Dalmitte. Oh, mon dieu. Is dat die, die ja, knappe meisjes? Hè? Daar zitten al ja. vaak knappe meisjes in, hè? Ja, ja. ja. ja, ja maar dan hebben hij toch tikkels mee. Hoe die Allen het dat ook bijvoorbeeld altijd. Altijd, nee. altijd knappe meisjes in zijn films. Louis de Funé ook altijd knappe meisjes. Charlie Chaplin, altijd knappe meisjes in zijn films. Ja. Uh, die zit denk ik daar, ja. Ik vind die Franse meisjes uit de jaren 60 toch nog, nog net mooier of zo. Dus, uh, ja. dus die heeft wel gewonnen wat mij betreft. Ja, dat is zo gelijk Italiaanse vrouwen uit de jaren 60. Dat ja. is ook ja. altijd wel uh, dat ja. je denkt, god damn. Dat Ze maakten toch een ander soort vrouwen in die in tijd, <laughs> dat ik ben indruk. Ja. Oei, toen de vrouwen <laughs> nog uh, goed nee is uh, <laughs> hun pluts nog, kinderfokker. Zing yeah. het. Oh, God. Over knappe vrouwtjes. De, dochter, uh, de het meisje wat de dochter speelt van uh, Louis de Funet en die gendarme-films. Is ook een heel mooie, mooie vrouw. En die, uh, op 12 staat uh, erin gestemd door uh, Sven de Ridder. Le, de gendarme uh, in New York. Ja. Uh, ja. Dat is ik uh, mijn favoriet van de gendarme-films. Ah ja, uh, oké. Okay. Ja. All right, Cool. Ik heb Om... die niet allemaal gezien, dus uh, vertel. We, Wel, de deze is toch Ze nog een conventie in New York. Mm -hmm. um, van alle politiemachten uit heel de wereld die daar eigenlijk een soort van uh, ja, conventie in zullen zijn gedetacheerd. <laughs> als het korps dat Frankrijk moet uh, vertegenwoordigen. Ja. Uh, dat op zich vind ik al fantastisch. Hè, want ik denk dat dit de vierde, of de vierde of de vijfde film is. Ja, zoiets, ja. Ja. Um, maar dus, ze krijgen dus ook, want ze moeten met, ze gaan met een boot. Hè? Want dat is, was in een tijd nog zo, ja. met een boot, met een stomer. Um, en ze krijgen les op die boot. Engelse les. <laughs> en dat is, allez, dat is fantastisch. Er komt een scène in van: My flowers are beautiful. Ah, oh, juist. Uh... My flowers are not beautiful. <laughs> en dat is zo fantastisch. Dat is eigenlijk waar, de, waar de, uh, Peter Sellers, uh, Oksera ja, ja. daarna. <clears throat> of zelfs of, of Steve Martin met de Ambelga-scène. Ja, ja. Mm -hmm. En dan komen ze daar en dan, ja, de clash van. van in de jaren. Ik denk dat de jaren 60 is of de jaren 70. Nee, ja, de jaren 60. Film. Het is eigenlijk de tweede. Uh, ik, ik heb het juist opgezocht. Het is de tweede gendarme film. Dus de eerste nee. is, van vier, six, Eerst is van 64. Jawel. De eerste is van 64. Deze is van 65. Dus Eer, de, En balade en. En, 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 en balade 70. Marie Wat? 68. Uh, de UFO's is 79. dus UFO's is, wow, is een tweede? Dat is een tweede, ja. Oh, dat wist ja. ik zelfs niet. Want de clash met dus het kleine, kneuterige Saint-Tropez, uh, dat dat in New York aankomt, van de jaren 60, waar alles bigger mm -hmm. is en groter is, ja, dat is fantastisch. Plus, ja. wat ik onder de films ongelooflijk vind, is dat Louis de Funé um, tussen het voetvolk staat en zijn overste. En ja. dan vind ik, ik Louis de Funé op zijn best. Ja, oké. Uh, Lieken naar boven en schoppen naar onder. Dat is fantastisch. Michel Galabru speelt <laughs> ze een bal, uh, en dan ja, dat, dat hem dan daar tegen doet en dan tegen de rest roepen. En ja. er is een scène ook in uh, Gendarme in New York, waar dat een, een steek een echt een Amerikaanse steek uh, klaar uh, de Michel Galabru de bal. Ja. En, en dan moet iedereen helpen mee als, als commis eigenlijk voor die steek klaar te maken. En hoe dat dan de funé... Oh, dat, dat hem dat door dus als dat er tussen, tussen zijn bal zijn, dan dat voetvolk, iets fantastisch. Ja, ja. Dat, en, ik en, zat en, ook en, te kijken, ik had diezelfde redeneren Oh ja, sorry, zeg maar. Zeg maar je sorry. Had, ik heb de boek gezien. Nee, die heb ik niet helemaal uitgezet, want ik moet nog, een, uh, nog drie kwartier, sorry. ik zit op de helft. Ja, er zit een fantastische uh, uh, parodie op West Side Story ook in. Ah, uh, Ja. Niet nee, maar het is inderdaad wat daar zo goed aan is. Want hij is heel goed als hij kwaad is op mensen onder hem. Maar tegelijkertijd moet slijmen bij de baan. Ja. En die, die dubbele. En die hij wisselt er ook in per seconde. Ja, ja. En, en, en ik kan me wel voor. Ik heb uh, deze is nog niet helemaal gezien. Ik heb natuurlijk. De, eigenlijk de eerste die ik heb bekeken is die uh, met de UFO's. De, de gendarme en de UFO's. Die ik ook echt leuk vond. Die vond ik ook echt leuk hoor. Maar, uh, maar uh, ik snap wel. Die eerste die, die zo meteen nog tegenkomt, die zet alles neer. Hè? Die zet het hele ding neer. En deze pakt die personage en gaat ermee gaat er aan de slag. Hmm. Ja. Dus, dus, dus het is ook wel logisch waarom die. Doe maar, uh... doe maar wel denken aan een aantal scènes in Blackadder. Als je dat vertelt, daar zal Rowan Atkinson misschien ook wel naar gekeken hebben. Want je is ook zo'n zo scène dat hij zo twee feesten tegelijkertijd moet organiseren. Maar zo één voor zo'n bende zaten, marginalen en de ander voor een bende lords. En dan moet hij zo heel kruiperig bij die één doen en doet hij zo heel overdreven, uber-superieur naar die ander Ja, en ja. dan moet hij ook zo switchen van die deur naar de ander... En dan is er ook een moment dat hem vergeet welke kamer dat hem binnenwandelt. En dat hem dan walgelijk doet tegen degene waar dat hem tof tegen moet doen. Ja. Dus dat is wel ja. zoiets. Ja, je, je herkent dat wel. Dat is toch ook zo'n soort cognitief ja, ja, roper. Dat je wel enorm snel moet kunnen schakelen ja, van hoe dat je iets speelt. Hè. Ja, ja. je ja. ja. van het weer meesters hè? Ja. ja. Ja, ja, dat is, dat is heel goed. Ja, dus ja. Ik, ja, maar ik, ja, ik vind die gendarmefilms ook wel. Uh... Wel heel erg leuk hoor. Dat is, ja, dat is, daar is hij natuurlijk toch het meest van gekend, denk ik. Daar is ja. ze er ook zes van gemaakt. En inderdaad, de laatste film die hij gedaan heeft, was... Maar die heb ik dus nog niet gezien. Le gendarme. Le gendarme. Le, 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 gendar le gendarme. Ja, ja. Ja, dus, ik, heb, ik heb ze zeker niet allemaal gezien. Ik herinner me wel Legendarme de Saint-Tropez, de Saint -Tropez, originele. En dat was, ja, wat dat gewoon was. Die is een naam, vond ik ook altijd zo cruciaux. Dat was ook al zo direct ja. zo. En, en, en dat, ja, je, je kreeg natuurlijk inderdaad ook keihard veel beelden van een strand en van schaars geklede vrouwen die dat erop rondlopen. Dus als jong manneke was dat voor mij ook al. Uh, ja, maar volgende... dat is het, het uitgangspunt van de eerste film, hè? Dat dat. Ja, Nee, ja, nee, voilà. nee. daar, is de, daar ja, komen ja. we zo op. En in deze zin gaan we daar Zijn ze allemaal een vis uit het water? Ja. Uh, uh, want ik moest ook een beetje denken aan... Uh, uh, hij komt dan... Uh, uh, hè? Ja, nee, daar komen we zo op. Maar het is een beetje vis uit het water. En dat, zijn dochter, ja, die wil ook per se mee. En dat is ook wel een heel mooi dame. Hè? Die, uh, die heet Je, 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 Genevieve Gra Genevieve. Genevieve. Geneviève. Oh. <laughs> ja. Ja. Uh, die, heeft eigenlijk, die is eigenlijk ook... Gestopt. Je revient Geneviève. Nou ja, yeah. je suis de retour. Die is gestopt in 83 bij Films maken. Die, uh, ja. die, die ah, is gewoon... Die is met die, hem gestopt. Ja, ja. ja. bijzonder. Goed, uh, dat was de. 12. Nummer 11. Misschien hadden eh, er veel van, oh, die van Louis vinden, nou moeten we die niet meer vragen. Gelukkig. Ja, ja. Misschien was hij helemaal geen aangenaam. Amai, wat een vervelende was dat, joh. Ja. Oh, ja. En als hij hem het is, oké. Okay. Voilà. Gelukkig, Top, we zijn er vanaf. Ja, ja. Oh, gauw. Genève. Genève. Ik kan het juist spreken. Op nummer 11 iets wat ik niet gezien heb, uh, mm -hmm. ...is uh, Lava La Lava La ja. ja La de vrik van Molière. Een, dat is eigenlijk. Molière, ja. ja. Ah, ja. Dat, is, dat is een bekend uh, boek-slash-toneelstuk, ja. eigenlijk. Um, dat heb ik zelfs gezien met school. Zo, weet ik, dat is gewoon zien, zo'n versie daarvan. Mm -hmm. maar dat dat stond, staat bij jou dat, op, de, is... op de vierde plaats. Hè, ja, het, uh... ik, had dat... <clears throat> ik heb zo'n top vijf een beetje... Dan jij de versie met Luc Philips hebben gezien. Dat zal waarschijnlijk wel, ja. Ja, ik denk het wel. <clears throat> But, uh, ik, ik, ja, ik, ik herinner mij gewoon nog. Ik denk, dat is toch ook die film met hem in zo'n koets die uit elkaar valt of zo? Herinner ik, ik mij daar niet iets vaak vaag van? Ik weet het niet meer. Dat know. is in ieder geval zo'n je dat die dat de hele tijd bezig is met zijn pot goud. En, ja. en zelfs zijn eigen kinderen tegen elkaar opzet. En, hè, dat is ook weer zo'n wat, wat, wat vaak bij Molière ook wel was, dat was altijd zo'n soort bijna... Hoe zeg je dat? Er was ook altijd een hoop situaties die zo volledig uit de hand lopen. En dan vaak en op het einde... en kritiek naar de, de ja, upperclass, hè. Ja, ja, en dan vaak zo deus ex machina gewijs worden opgelost, hè, ja. in, in veel gevallen. Maar bij hem is het dan ook wel... Ja, het is zo'n soort eindgoed-algoed. Hij heeft wel zijn Behalve voor hem, hij is zo'n pot goud, maar hij heeft wel niemand anders. Ja. Niet meer, hè? Wat, wat, dat is ook altijd een beetje een soort... Er zat wel een soort moraal altijd in. Hè, bij ja, Mara, ja. ja, en het is niet zo dat het gelijk nee. met Dickens op het einde... Als wel en wel is. Ja, dat, dat, dat altijd goed komt uiteindelijk. Ah, het is wel ook echt een period piece. Dus het, is echt wel, het speelt ja, zich af. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja, uh, ja. Dus okay. een, ja, is dan ook echt... Uh, allee, ja, dat, 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 dat is hetgeen dat ik mij ervan uh, nog herinner. Dat dat ook zo'n... Hoge kousen tijdperk. Ja. Was, zo, ja, er is zo... er nog een gemokt met, ja. met Yves Montand. Um, titel ontgaan me nu, maar dan moest hij eigenlijk met Bourvil spelen. Uh, mm -hmm. Maar die, die stierf vlak voor de opnames. En dan hebben we het hem. Um, wacht, dat is vooral ook nog. Gaat mm -hmm. Pierre Richard en Louis ja. de Venet. Dus Louis ja. de Funé was de oude garde en Pierre-Richard was de nieuwe garde, die in de jaren zeventig was dat de Jean Premier, comedy, een niet ja. een andere stijl dan de Funé, uh, meer de romanticus, hè, zo de Le Distrait en Le Grand Blanc avec une chaussure noire, de, de gast hier eigenlijk altijd uh, verliefd werd op het verkeerde meisje. Ja. Oh, ja. Dus logisch was, de Funet eist het publiek, Pierre-Richard eist publiek. Logisch was dat die twee ooit samen een film uh, zouden maken. Dus mm. de Funé heeft heel veel films met Bourvil gemaakt, Le Grand Vadrouille, uh, ja. Cerveau. Ze gingen dan die film maken, de titel ontgaan, met, met Yves, uh, die met Yves Montaigne gemaakt Bourville, uh, sterft. Dus iedereen denkt, ja, dan gaat hij Pierre Richard wel vragen. Mm -hmm. even een, maar dat wou hem dus niet. Ja. <laughs> dus, in de plaats daarvan heeft hem dan Yves Montaigne gevraagd. Een acteur die eigenlijk niet zo gekend was voor comedy. Voor comedies, nee. Maar wat dat daar natuurlijk wel kon shinen als, als comedy-acteur. Mm -hmm. ja. Dat is La Folie de Grandeur. La Folie de Grandeur. Ja, de grandeur. ja. ja, ja juist. Ja. Die heb ik ook al van gehoord. En dat Misschien ook, zo ook wel gezien. Zo, period Piece uh, met van die ah, ja. Spaanse kragen. Zo. Ja, wel, maar ik denk dat ik dat gezien heb. Ja, dat komt mij nog wel bekend voor. Ja. Want ik, uh, Bij de funes is heel veel, bij mij is wel echt mijn jeugd. En ik weet wel dat ik ja, daar vaak Richard? heb zien... Pierre-Richard ook. Ja, die uh, leeft ja, toch altijd trouwens, hè, En zelfs van die heel oude dingen, gelijk Fernandelle en Fernandel. zo. Hè? Bedoel, die, ja. Ja, die, die hebben Die hebben wel echt... Wij hadden wel heel veel van dat soort cinema, ook op tv, hè. Want je voelde ja. wel dat er... Dat er hè? Ik heb veel Duits en Frans gezien als ik jonger was. Of gedubde versies in Duits, mm -hmm. hè. Mm -hmm. Ja. Ja, de eerste jaren dat ik John Wayne zag, het zat ook in mijn eerste show, maar die is ook letterlijk: hè, kom jongens, we horen de sheriff. <laughs> ik, ik, ik had die nog nooit in het Engels horen babbelen. Eh, Totdat je het zo later is, echt op BBC en zo, zo in die films begon te zien. Ja. Maar, uh, maar ja, dus, dus de, Frans was wel. Dat is wel een beetje verloren gegaan, vind ik wel. Soms ook een beetje spijtig. Die Franse comedy-dinges, ja, die bestaan ja, maar dat is. wel, maar die, die, elke ja. die komen week gewoon niet meer de... Elke week mm -hmm. komt er een Franse comedy uit in, in Frankrijk. Ja, yes. ja. Ja, maar dat heeft alleen niet meer die distributie nee, dat dat vroeger Heel had, af en toe in een UGC ja. krijgen ze van ja. die uh, mm -hmm. films die dan heel succesvol zijn, die dan toch de overstap maken. Of, ja, of zo'n zo acteur dat ik ook een beetje zo'n uitstraling vond hebben, dat ik al lang niet meer gezien heb, een Franse acteur. Iemand die er eigenlijk... Redelijk een hele knappe vent, die je er heel Frans uitziet, maar ook zo'n internationale uitstraling heeft. Dat is die een acteur die de hoofdrol no in The Artist speelt. Hoe heet hem nu? Jean Dujardin. Ja, Jean, Jean Dujardin. Du Oscar gewonnen, hè? Ja, die heeft echt, ja, echt zo'n hele. Hè? Die heeft ook zo'n zo Lucky look versie die ja. dat eigenlijk wel k grappig is. En die, is, ja, die heeft ook die een. Uh, die een OSS, uh, ja. dat is zo'n James Bond eigenlijk, een Franse James Bond. En dat zijn ook eigenlijk heel leuke, leuke films. En die gasten, mm. die nemen alles mee om het in Amerika te maken, ja. alleen die spreekt verschrikkelijk Engels. Ja. <laughs> en die hebben ook niet veel goesting om er veel om te doen, heb nee. ik ook de indruk. Nee. Die, heeft, die denkt dan gewoon, Maar als er één is die ...de uitstraling heeft van een vedette uit de jaren ja. 60, ...dan is hij wel die gast. Hè? Ja, Klopt. Absolutely. Klopt. Ja. All uh, Terug naar die, wat die, die legacy van uh, Funet. En dan Bourville, die net al genoemd is. Dat is een beetje voor, uh, voor hem eigenlijk. Ja. Hè? Mm -hmm. En, en daar ken beetje. ik dus niks van. En uh, een film die, we la die zo meteen nog, uh, in de top, uh, top 10 terecht uh, komt... ...die had ik eerst gezien. En toen dacht ik van... ...godverdomme... Die Boerville, ook iemand die gewoon maar het naam heeft van e altijd een beetje leuk. En dan heb ik die andere gezien, en die staat op de tiende plaats. Dat is Le Corneau. Ja. dat je daar juist? Ja. En dat is ook echt een hele goede film hoor. Die duurt net iets te lang, vind ik. Klopt, dat is juist. Ja, dat juist. Ik heb die onlangs gezien, voor het eerst, want ik had die nog niet gezien. En ik vond dat heel goed, maar. Maar die Duurde duurt het maar een te... uur en vijftig. Ja, en toch... Toont die... maar, het duurt te lang. Nee, hij ja, ja. is waar dan moet een kwartier uit. Uh, uh, maar, daar zitten wel echt hele goede scènes in. Ja. Uh, dat gaat over uh, boer Viel wil op vakantie gaan. En uh, heeft een aanrijding. En zijn hele auto valt uit elkaar. Dat is ja. fantastisch. Ja, ja. Uh, is, ik... is Buster Keaton, denk ik. Dat, 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 dat dat waar is dat Ik eens het zeggen, is, want het is Le Corneo. Ja, ja. Mm -hmm. we hebben dat eens dus gepikt van Buster Keaton, 100 en En, je, en, je, en uh, dus die stapt uit. En uh, in een of andere documentaire waar ik zie dat. En als je het weet, dan zie je het ook. Dus uh, die auto is uit elkaar gevallen. Uh, 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 de one take de... hè oh, oh, Ja dat is maar een one -take, natuurlijk uh, 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 Louis de Funer komt aangereden want die heeft het ongeluk veroorzaakt Stapt uit zijn veel te dure Rolls Royce Of whatever de fuck de auto dat hij heeft En die kijkt zo en die ziet ah, Heb je schade? Heb ik schade? Ik denk niet dat deze nog gaat rijden <laughs> En je ziet en, je, en blijkbaar is dat geïmproviseerd wat je ziet nu de Funès dit doen, zo, zo wegdraaien ja. omdat hij begint moet lachen eigenlijk, ja. en omdat ze daar in die documentaire zei, en ik zag het ernaar terug, ja. dan zie je dat ook echt. Je ziet de hele iets zeggen, maar niet in het script stond. En de ja. andere denkt: ik ga even naar kijken. Dat ja, precies ja. Dat dus dat is echt oh, gaaf. Zalig. En, ja. en dan is het verhaal dat uh, Louis de Finet is eigenlijk een beetje de maffiabaas. En die heeft een geprepareerde auto, de bumper is van goud... en in de, in de kofferbak zit uh, heroïne en uh, in, zo ingewerkt. En, en, en Boervil moet die als een beetje een... Dat is altijd een beetje een bra, niet dom, maar brave gast. Brave gast, ja. ja hè? En die moet die auto van punt A, naar punt B, van, van uh, Napels, naar uh, Carcassonne rijden. En, uh, en, uh, en de anderen zitten erachter. En, en uh, nog een andere maffia zit erachter. En de flikken zitten erachter. En, uh, Onderschat een acteur ook Boervil, Mm. En het is maar, keilig... is maar 53 jaar geworden, Bourville. Ja, gestorven ja. Ja. Um, in 1970. Ja. ja, zit ook in The Longest Day. Uh, ja, juist. Ja. Uh, er zat, zat de Le Cercle, grote... Rouge, Le Cercle I... Rouge. wat een fantastische uh, gangsterfilm is. Um, maar eigenlijk is de Fudet bekend geworden in de film met Bourville, waar Bourville de hoofdrol had en waar dat eigenlijk de Funé maar een baairolle had. Ja. En zo. Meer en meer werd allee, uh, noticed door de, het publiek ja. en door de makers. Mm -hmm. uh, dus die hadden wel een vriendschap, die tweeën. Ja, ja dat, is heel, dat is heel duidelijk. En welke U, film was dat, Sven? Wel, ik ben hem nu aan het opzoeken. Ja, ik ook hem ook gezien, zien, maar ik vind het ook niet direct. Dat is het kunt, gaat over, het gaat... het het gaat over La Cuisine au Beurre. Ah, ja, ah ja, ja. ja, ja, ja. La Cuisine okay. au Beurre, en daar speelt Fernandel in Bourville de twee ja. hoofdrollen. Ja. En hij heeft een klaar rolletje als, uh, als restaurant eigenaar, als kok. Juist. Denk ik, is het is cuisine ook beetje? Ja, ja, ja. ja. Denk mm -hmm. dat ik, ik weet niet of dat de funes daarin zitten. Hè? Wacht, hè. Dat ik zei maar zo, wat dingen zonder Nee, maar de, het, is wel, het is wel iets bij eten. En ja, uh, Louis maar... de Funé heeft daar één rol in, maar die smijt zich zo hard ja, dat hij echt cuisine, opgevallen is. Ja. Het is. Niet, het is... Maar ik heb dat ook in, die, in dat documentaire gezegd. Ik, ja, ik, ik weet ook dat in de, de originele uh, uh, Fantomas, hè, de, de allereerste van de trilogie, dan was die ook nog minder bekend. Want er was Jean Marais, de, diegene die daar ja. dingen speelt. Daar komen da, die we zo meteen ook nog op. Maar inderdaad. Die was eigenlijk, de Funé was wel al een reizende ster, maar die stond nog niet gebild als top of the bill met Klopt. die film. Ik. Maar dat bleek sorry. wel en dat bleek Jean Marais het ook niet al te gemakkelijk mee te hebben. Het ja, is altijd moeilijk hè, als je naar huis dat gespeeld dan, wordt. Dan ja, ja, raak. ja. Het dat is, dat is, is La Traversée ja. de Paris. Ah, oké. Okay. Met Bourville en Jean Gabin en Louis de Funès en Klaarolke. Oh, Jean, Jean Gabin. Dus, Jean. Jean Gabin. Jean Gabin. Je, je oh, sais. Je je sais, sais. Je <laughs> maar het is, het is uh, uh, die andere is beter, daar komen we zo nog op, want die is ook wel beter. Maar, maar het is van dezelfde makers. Uh, die Cordio uh, vond ik echt heel erg leuk. Maar wat Sven zei, 100% kwartier te lang. Op ja. de negende plaats, we zijn al in de top 10 hè. Op de negende plaats eentje die ik niet gezien heb. Le Petit Bonheur. Le Petit Bonheur. Ja. ja. Die heb exact. ik ook wel gezien. Ja. Heel heel lang geleden ook. En, ja, en uh, die staat bij uh, Sven op de achtste plaats. Ja. Uh, vertel het eens, Sven. Waar gaat het over? Uh, <laughs> die trekken allemaal op P&D-films. <laughs> dat is ook wel een beetje, hè? Dat mogen we misschien ook wel zeggen, niet? Een beetje wel. Het is ofwel gespeeld door Daniela Raken... Hè? Ja, dat om doet om, hij wel uh, vaak, ja. Dat is waar. Uh, ik kon er mijn Letterboxd-review... Uh, uh, Hoe schrijft okay. dat? Luppetie? Uh, uh, ja, uh, ik heb geen idee hoe. Oh, moet je niet aan vragen. g n e u r Ja, Echt, maar Baichner. die kinderlijn heeft nog niet zo lang gelegen. Luppetie Winjaar, um, ja. De kleine zwimmer is dat zeker. Hè. Is ja, maar niet? dat is de naam de kleine van een boot. Of zoiets kleine de naam... Ja, dat is de boot. Hè. Ja, dat is de ja. boot. Ah, dus je hebt een moeke gezien. Ik heb die al lang gezien, maar dat is, dat is ook zo nog, nog een, een term die je blijft hangen bij mij altijd. Als ik dat hoor, Le Petit Benieur, dan weet ik wel direct dat dat een De film is. Maar, een film 19, ik, ben, ik ben eigenlijk zeer weinig maar, aan bijdragen bij deze podcast. Want een deel van de stuff denk ik. Goh, ja, ik heb dat ooit gezien. Ja, ik, dat dat, dat, ik het ook soms allemaal door de ja, ja. ja, dat, dat, dat hadden we wel een beetje mee Want nee. dat is ook met die gendarmefilms. Ik weet dat het ik er God... ook verschillende van gezien heb, maar ik gooi die ook allemaal door elkaar. Hij is de CEO dus. van, een, hm. van een bedrijf dat jachten maakt. Ja, en ja. is, hij heeft een groot contract met een Italiaan die hem in de wacht moet slepen. Um, ja, en dan gebeurt er van alles. <laughs> mm -hmm. Ja. Maar ik vind die super grappig omdat er ook scènes in komen dat hij met zijn vrouw... Constant rondrijden is op zoek naar die Italiaanse uh, uh, man. En dan door velden zo met zijn oude Citroën. En dat is, ja, die scènes alleen al, dat is zo herkenbaar. Als je mij vraagt hoe het is in een auto uitgezet. Ja. Die altijd kwaad wordt dat je de weg niet wilt vragen. Ja. Die altijd suggesties doet waarvan dat je weet dat die verkeerd zijn. Ja, is... Die achteraf misschien wel juist blijken te zijn. Ja, ja, ik ken dat. Dat waren eigenlijk zo van die pre-GPS. Als er de kaart nog boven werd ja, in de ja, moto. Dat is, ja, dat was dan wisten cool. van nu zitten weg echt in de shit. <laughs> ja, ik ben eigenlijk ooit de GPS van mijn pa geweest. Dat is ook een true story. Wij zijn ooit met een boot naar Engeland gevaren. En we zaten eerst op, op Jersey, dat is zo de Channel Islands, en dan daar met een boot naar Engeland. En wij zijn toen aangekomen in een, in een en die heette Pool. Hè? Niet Blackpool, maar gewoon Pool. Mm -hmm. En wij moesten van daar rijden naar Royal Tunbridge Wells. Maar ik kreeg dus gewoon de kaart in mijn handen, En die net zoiets weet. zoek het maar, op. Los het maar op. Dus het enige ja. dat ik deed was heel de hele tijd zoeken naar: wat is het volgende grotere groter stadje of grotere dorp? Hè? Dat ze wat dikker gedrukt staan. Dat ik kon tegenkomen op de borden. Dus ik heb dat echt gedaan. Ik heb... Dat is echt driekwart kwart van. In de, in de breedte Engeland-teur gereden en ja, ja. Echt letterlijk tot voor de deur. En toen zei hij echt tegen mij, amai, Ga zit door elkaar gooien en ik dacht, tijdf, ze wil ik, ik nooit niet meer doen. Dus ik zei ook heel ja, blij zeggen? Dat hier omkeren heb je niet hoeven ja, zeggen. Nee. nee, dat heb ik niet. Ik heb dat niet moeten zeggen. Maar dat was wel elke keer zo: ja, nu moeten we naar daar. Nu moeten we dat. Maar wel zo. Kinderen, if I fuck this up, dan hoor ik er tinde niet van. Nee, nee, ja, ja. Dat was eigenlijk ook redelijk stresserend, of zo. Dat en ik, kan ik was wel toen, ik was toen, ik weet dat niet, dertien of zo, of zo, echt, echt wel zo. Ja, de tijd dat je nog echt je vader onder de indruk wilt brengen, zo, dat je dacht van. Uh, ik, ik hoop dat je de weg vindt, maar dat vergeet ik ook nooit van met zo'n gigantische kaart dat te zitten uitzoeken. Ze hebben maar tot mijn 40e deurzen. Toen <laughs> de GPS er effectief was. Nee, nee, ik ken... dat ik mijn vader onder de indruk wil brengen. Oh, oké, okay. ja, ja, die van mij is al 20 jaar dood, is vind, anders ja. was dat nog altijd bezig. <laughs> Alright, terug naar Louis de Vienne, jongens. Uh... Dat die zo hoe goed is dat? Oh, dat, dat is een le hele andere podcast. Le -papa. Le dat is door is de film over Mok. Ja. <laughs> ja, ja, dat is ook nog heel wat gebeurd. Uh, <laughs> nee, de, le, op... le Petit beigneur. echt top Moet het zeker ja. zien. Voilà, ja, die ga ik wel checken. Oh, op, ja, cool. op de achtste plaats, een die ik uh, zelfs die op DVD bezit, uh, volgens mij. Uh, Monsieur jo. Nee, Joe. Joe. Jo. 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 Ja. Die staat bij Sven op de derde plaats. Ja, vind ik een fantastische film. Joe is. Um... Het gaat eigenlijk over een, een, een gast die gechanteerd wordt. Dus hij speelt weer een of andere rijke magnaat. Die wordt gechanteerd door een zekere Jo. En hij weet niet mm -hmm. wie dat, dat is, maar hij moet er toch om de zoveel tijd geld om geven. Want zijn vrouw is de dochter van een grote uh, maffiabaas. Dus Louis ah. de Finesse is getrouwd met de dochter van een grote maffiabaas. Uh, en die Jo, daar moet hij wel geld om geven. Maar hij is dat kotsmug een kotsmug, een moment zetten. Oké, okay, volgende keer dat die, die Joe komt, ik maak die gewoon kapot. Mm -hmm. <laughs> en ik begraaf die je in mijn hof. En ik ken een gast die een heel goed in bouwwerken is. En die maakt daar een prieeltje, een soort van prieeltje, dat hem eronder in de beton kan zitten. En dat er, eh, niemand weet ooit dat hij er gaf verstopt zitten. Ja. het okay. moment dat jo, zo, langs uh, langskomt voor het geld weer terug te innen, valt ze de revolver per ongeluk uit zijn naam. Schiet hem inderdaad, Joe doet het, maar eigenlijk par accident. Ja. <laughs> Begraaft die gast onder, de, onder de, de dingen, komt hem er nou te weten dat dat niet Joe was die naar mij heeft ja, geschoten. Oh nee. <laughs> Want Joe was al dood, er is door iemand anders vermoord. Dus oh. is er een politieinspecteur die op het, op het spoor komt van: ja, maar wie is dan die gast die hier vermoord is en zo? En dan zit er een hilarische scène in, wordt er flamenco wordt gedanst. Op dat priëltje, daar is het tuinfeest. Ja. En wat je dus stilletjes zal, dat priëeltje zo, die vloer ziet, door, door, <laughs> door die hakken. Zo <laughs> wel, en dan zie je hem zo dik van ze beet, ze beet, te beet, ze beet. Ja, 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 ja. En dat is <laughs> trouwens een Amerikaanse film ook, De Gazebo. Ah, oh, oké. Okay. En, <clears throat> en ik denk dat Joe jo een remake is van De Gazebo. Ah, ah ja. de, 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 okay. een, een het is andersom eigenlijk, want normaal gezien. Ja. Ja. Die, uh, het is volgens mij ook of... een, een toneelstuk, volgens mij ook. Okay. Oh, ja. okay. Okay. Nu, ja, nee. Je merkt ook dat je heel veel situatiecomedies Ja. Zo, comedy of errors en zo op zoek naar iets, dat je dan moet vinden, maar het altijd verloren is, of iets dat je dat moet verstoppen voor iemand, dat dat niet mag uitkomen. Zo. Dat waren ja, ja. wel echt typisch dat soort, mm -hmm. dat je heel de tijd er zet van hoe god om zijn eigen hier weer uit te redden, uit ja. die situatie. Ja, absoluut. Die uh, regisseur is Jean Giraud. Dat is die gast die eigenlijk ook. Die heeft eigenlijk volgens mij het meest met, uh, met hem samengewerkt. En die heeft ook al die, uh, die uh, gendarme-films gemaakt. En die ja, Lavare van nog... daarnet ook. Dus Gérard Horry, heeft ook nog veel meer. Dat is die van. Ja, maar ik denk dat deze gast echt wel. Ik denk dat hij er bijna tien of zo met hem gemaakt heeft. Ja. Dus die, die hebben echt wel. Uh... Of, of misschien wel meer. Dat is maar. Maar ja, goed. De, de, ik had er, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Maar ik, hij staat op de lijst. <laughs> uh, op de zevende plaats, en nu hebben ze allemaal zo. Uh, uh, dit waren allemaal zo die een paar puntjes hadden via de een of de ander. En nu komen we zo bij de, bij de wat bekendere uh, films eigenlijk, uh, de wat populairere dingen. En op de zevende plaats staat, en die heb ik in een box zitten: uh, Le Grand Restaurant. Ja, ja. Is, ja die is, heb ik ook gezien. Ja. Die is bij mij op twee, denk ik. Uh, uh -huh. Die staat bij Sven op de tweede plaats. Ja, ja. inderdaad. Dat is waar dat dan, dus die restaurant-eigenaar speelt. Ja. Uh, waar dat alles volgens de, de, de etiket moet verlopen. Er zit een fantastische dansscène in, met als een ja. garçon ja. um, Dat is de scène ook waar dat hem om de tafel ja. komt en ja. dat hem dus Hitler wordt. <laughs> ja, dat is ja. daar. Ja, dat is in die film. Ja. Met zo'n en... schaduwen dat over zijn gezicht vallen ja, eigenlijk. Ja. En dat wordt zo met de seconde erger, want je begint ja. zo en die schaduw <laughs> komt zo dichter en dan begint hij ook zo te klinken wie. Ja, en dan wordt ja. dat ook zo, ja, dat wordt echt een heel, ja, dat is dat is een heel, heel funny, ja. funny scène. Ja, ja. En dat is ook het, het <laughs> feit dat er dus een, een, een feest is en het licht gaat uit en de president van Cameroen of zoiets wordt mm -hmm. of, of Ja, een president wordt gekidnapt. Ja. En hij moet het, uh, ze moeten het gaan uh, uitzoeken hoe het ja, zit. Maar hij, ja, want hij wordt verdacht, natuurlijk, omdat bij hem in zijn restaurant is gebeurd ook. Ja, ja. ja. klopt. Hele grappige, uh, grappige film. En die bewijst toch in ieder geval weer dat Hitler kijk is voor comedy. Dat is. Ook ja. dat, dat, is, dat, is dat hebben we in Towers gezien. Uh, ja, ja, dat ja, hebben we maar... ook gezien bij Chaplin, dat hebben we gezien bij hem. Dat zie, zo, uh, dat zie je zelfs bij eh, JoJo Rabbit een aantal jaren geleden. Ja, zo. klopt. Er is altijd zo. Hitler. Er zit ook, die is ook zo potsierlijk dat je ook bijna niet anders kunt. En He, zelfs die... als ze een hele serieuze film maken, zoals de de dan moet toch ook dan een meme worden, waar ze dan weer van alles mee doen, ja, omdat klopt. dat toch zo hilarisch ja, Het blijkt. Wordt ja. toch ja. grappig op een of andere manier. Ja. En dit is die 66, dus ja, hey, dat is 8, ja 68, ja, ja, ja. ja 66 dacht ik. Of ja, dat, 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 dat is niet zo, ja, niet zo heel lang na de oorlog. Nee, eigenlijk. Nee, nee. Precies. En Mel, nee, nee, Mel Brooks nee. was maar twee jaar later met de producers zoeken. Ja ja, 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 Springtime for Hitler. Ja, ja. ja. Maar die, dat was een jood die kon de rapper mee wegkomen. Hè. Die kon eigenlijk rapper zeggen: waar hebben kei veel shit gehad van die gast, maar wij, dus gaan wij mogen, mogen wel doorsleuren. Ja. Ja. Zo, maar het is toch ja, je vergeet dat eigenlijk. Hè. En, wat en dan ik, wat zeggen... ik van deze film vond, mm -hmm. is ik vond dat roe, en dat, de eerste drie kwartier de keigoe. En dan hebben we nog een half uurtje een achtervolging, achtervolging. En, die, ja. en die boeide mij niet. Dus ik, ik vind het stuk waarin het restaurant afspeelt vind ik fantastisch. En, ach, en, en, en hij is de, de kwaie de, de baas. Die ook. Ik kocht niet to. Iets, ja. eigen rad is Iets eigen rat gaat zitten. Zij gaat zitten om te kijken hoe ze, maar, hoe ze dingen filteren. Zo'n En ze iedereen piezerinetator, oké? Daarna is ook, dat. Daar ja, ik dat, ja, ja. Is. <laughs> dat, dat <is> echt <laughs> heel goed gedaan. En dan moeten we op een gegeven moment oh. de, de slechteriken achtervolgen. En dan wordt het gewoon een achtervolgingsscène... Dan wordt het gewoon een stukje, ja, soort James Bond-achtige achtervolging. Die wel goed is. Uh, uh, ik denk ook in de sneeuw op een gegeven moment. Of zit ik, ik, ik zit fout? Is dat niet in deze? Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat is in deze. En, en dat is wel een leuke achtervolging. Maar ik vond dat stuk in het begin in dat restaurant zelf. Het ding heet ook Le Grand Restaurant. Dat ik denk van, ah ja, vind het jammer dat we daar niet gebleven zijn in dat restaurant? Ja. ja. Dus, uh... Maar dat is wel. Dat, dat heeft ook eigenlijk wel iets leuks. Dat is ook al bijna een genre op zich. Zo de restaurantfilm. Of films die dat zich zo in een restaurant afspelen. Absoluut. Ik, dat ja, is zo Big we... Night en zo. zo ja. Al dat soort. Wat ook altijd leuk is dat je zo'n soort stress zet. Van er moet hier iets gebeuren of er mag niks mislopen met dat ja. personeel, want er is een vervelende baas. Of, of alles hangt af van die ene en een klant dat komt, in, eh, of dat ze het dan gewoon redden. Is wat in revival bezig nou, oké? Okay, met de ja, menu. Ja, ja, Night, The ja. menu. Dus, nee, ja. maar ik ben heel erg voor een restaurant. Ook omdat je inderdaad de sereniteit van de zaal en mm -hmm. de hectische shit in de keuken. En die, die... Ja, ja. En dat ja. heeft Fawlty Towers heeft dat ook hè? Dat, die zo, mm -hmm. dat er super chaos is in de keuken en dat die deur door en dat doen we over niks aan de hand. The is. Waldorf salad. Ja, dat blijft voilà. toch ook nog altijd zo'n aflevering dat je denkt oh man. Dat is man. geniaal hè, dat is ja. geniaal. Ja. Maar dat is in, de, in deze. En Ratatouille ook by de way, die, 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 waar dat ook een personage in zit, dat een beetje geënt is op Louis de Funès. De de criticus. Ja, er zit ja, iemand, ja inderdaad, dus er zit, er zit zo'n personage in het in komt dat heel hard doet denken. Ook, ook, ja. en er ook op gebaseerd is. Nou, dat schijnt. Ja. Ik ben een beetje geobsedeerd op films die je de rest er speelt. Die Boiling Point, ik heb het in, die, uh, in de podcast mm -hmm. bij Alexander ook gezegd. Die ja, dat wil point, ik ook wel zien, dat heb ik dat echt, gezegd. Hè? Echt fantastisch. Ja. Dingen is ook een beetje gebaseerd op de funnis, hè. gru van uh, ja, de minions. Hè? Ja, ja. Klopt. Uh, ja. Want, Klopt. De, ik geloof dat de regisseur, de Fransman is zeker, van. Uh, uh, ...verschrikkelijke ike. Mm -hmm. ja. Want er zit zelfs in de derde... Uh, ...verschrikkelijke ikken... ...een ode aan, aan de, de bubbelgum... Uh, ...toestanden ja. die... Ja, juist. Is ja. In, dat is, in welke film is dat? Rabbi Jacob, is dat niet Rabbi ja, Jacob? Dat ja, Jacob? Ja, ja, ja daar komen ook nog zo op. Want we komen zo meteen ook nog... ...in de restaurantfilm. Want hij als tyrannieke... Hij, hij, is ook, hij kan natuurlijk... ...een goede Gordon Ramsay of zoiets... ...dat is ook wel iets wat hij... Avola ah, letteren, eigenlijk ja, zelfs. Ja. De vreselijke chef. Ja, die vervelende. <laughs> dus daar komen we zo ook nog, uh, ook nog op. Uh, op de zesde plaats, uh, daar staat de eerste uh, gendarme, uh, de Saint-Répé-film uh, op. Ja, dat is gewoon een klassieke. Uh, ja. uh, gemaakt in 1964. Uh, Want wat 1964 is eigenlijk een beetje zijn jaar dat, die dat, het, dat het allemaal gebeurde. Want inderdaad, waar jij. Uh, ze, die andere film uh, uh, ook, is ook van 64, mm -hmm. omdat hij toen nog niet zo bekend was. Die fantomas komen we zo uh, op, ja. ja dat is letterlijk vijf, dus komen letterlijk zo op. Maar dus uh, in 64 heeft hij een aantal films gemaakt die hem van bijrol naar hoofdrol. En dit is natuurlijk ook, want eigenlijk is dat een ensemblecast, cast, mm -hmm. maar daar is die. Want nee. hij heeft gewoon helemaal naar zich toe getrokken. Een beetje Peter Sellers zoek in de eerste Pink Panther film. Hè? Ja. ja. Klopt. Ik dat David Niven eigenlijk de hoofdrol was. Had ja, moeten zijn, ja, ja. Ja, maar dat Peter Sellers een beetje met de film gewoon lopen is ook ja. als Clouseau. Want maar dat ja, die, die... was het maar een bijfiguur, inderdaad. Ja. Klopt. Maar die en in, de, en in was... de volgende film werd dan ook, was David Niven er niet meer bij. maar werd nee, dat A Shot in door... the Dark ja. is eigenlijk geen Clouseau-film. Uh, ja, dat, hij, is geen de... film, nee, hè, dat, dat is geen Pink Panther-film. Nee, hebben ze daar personage personage ja. van gaan maken? Ja. ja. Ah, is dat zo? Dat wist ik niet. Ah, ja. Ik wist wel dat dat geen Pink Panther film was, maar dat maar dat, dat wel een en is met, met, met inspecteur Clouseau. Maar daar hebben ze wel, wel later van gemaakt. Maar. Ik dacht dat ze daar ja. later van gemaakt dat hebben. Is? Ja. Dat kan, en die is ook eigenlijk zeer ja. snel gedraaid. Eigenlijk bijna uh, back-to-back. Ja. -back, omdat ze de deur hadden van: ja, deze is goed. Ja, als dat scenario al ja. klaar ligt, ja, dan gaat dat. In de ja, Return uh, of the Pink Panther was dat aan Christopher Plummer, dat eigenlijk die rol speelde van, ja. van David Niven. He. Daar moeten we ook eens iets over doen hebben die Pink Panther. Mr. Charles, Charles, Charles Phantom, the Notorious Lytton. <laughs> maar <heb> dus <laughs> de Gendarme uh, film, uh, Jongens. Kom aan, we, stay on topic. Kom aan! Nee, nee, jongen, off-topic. Anders heb ik hier niks te zeggen. Dat is niet waar. De ik moet Zandar hier aanwezig toe van alles erbij gaan met 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 verzinnen. Ja, ja, ja. We zitten ineens in de auto de... in fucking Engeland. En dat is waar. Ik, ik wil dat het is terug waar. naar Frankrijk sturen. Nee, nee, ik ben een Engelsman. Man, altijd weg van Frankrijk. Weg van Frankrijk. Dat is een... Ja, dat snap ik. <laughs> <laughs> uh, ja, die, die eerste Saint-Tropez-film ja, is gewoon een, een hartstikke, hartstikke leuke film. Mm. Uh, alle personages worden goed opgezet. Ze, ze proberen, want het plot is eigenlijk. We proberen naakt-nudisten uh, uh, te grijpen. Mm -hmm. ja, uh, ja, dat is gewoon funny. Hè? En we zien ook af en toe een bloot borstje. Dat, dat begon Benny Hilken kunnen in gewist. Maar echt wel. <laughs> echt wel. <laughs> ook een Engelsman. <laughs> see what I did there. Yes. <laughs> ja, Black Eller. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> dat begint op te vallen. Dat wordt zo'n <laughs> ja. patroon. Zo ding is dan altijd aan het afleiden door die tenders. Want je weet eigenlijk niet wat dat is. Je weet niet zit. Het is allemaal maar. te lang geleden. <laughs> maar op de, mm -hmm. uh, ook uit hetzelfde jaar dus. Op de vijfde mm -hmm. plaats. Bij uh, Alex op de derde plaats. Bij mij op de eerste plaats. Is mm -hmm. uh, Van Thomas ja. De eerste plaats. Ja, dat, is, dat vind ik het leukste. Ik, uh -huh. ik vond die dynamiek tussen inderdaad... Uh, uh, ik, ja, ik vind dat een ongelooflijk iconische uh, slechterik. Eigenlijk is ja. het een beetje de Speakable ja. me achtig de, de slechterik is een beetje het centrale figuur. Uh -huh. Wie is het juist? Een is... beetje Sardonisch van Merlina. Ja. ja, de ongrijpbare slechterik die er kan uitzien als iedereen. En eigenlijk een beetje... alleen, Franse... Ik heb het ooit een heel grappig artikel erover gelezen. Dat ze zeggen: Fransen en Schotten zijn naar het schendt alle twee helden die claimen dat ze van alles in mijn nut gevonden hebben. <laughs> maar maar, maar de, de Fransen die claimen wel dat ze de eerste supervillain hadden. Met Fantomas. Ja, oh, ja, want die dateert het no boeken van 1912 of zo. Hè? Dat is echt lang, lang, dit lang geleden. Is de, dus dit is de, de Blu-ray de, de Blu van de. Maar het is uitvoering. Ja, ja. Dus dit zijn de drie uh, Fantomas-films. Je, ja. je hebt er drie. Uh, uh... Uh, tegen Schotland Jard en nog een andere. Uh, uh, weet ik niet meer. En ja. dit is de, de serial waar het dat waar van de Fantom was. eigenlijk op gebaseerd is. En dat is uit 1920 of zo. Dat is ja. inderdaad. Ja. Want die boeken dateren zelfs van, van het begin van de eeuw. Zo nee. 1912 of 1913 of zo. En ja. er zijn er zo'n 32 oh ja, is... geschreven Sorry. op twee jaar tijd of zo. Dat, is ook, dat waren pulpromans, hè. Ja. Dus dat werd enorm snel geschreven. Dus dat waren er echt een hele hoop op, een hele Iets maar zegt dan, nou, Arsène Lupin, dat hij wel eens de volgende remake zou kunnen worden voor Netflix. Ergens. Dat zou het niet raar vinden, hè. Dat nee. ja, is heel logisch. Nou. En inderdaad, er zitten... zitten, zitten, zitten... Ik bedoel, uh, ik heb die documentaire over de Saints te kijken. En dat is ook mm -hmm. een beetje dat, hè? Zo van die personages die al in meerdere incarnaties zijn. Dit mm -hmm. is uh, wat ik zeg, Twitter, wat is niet juist. Het klopt wat je zegt, hoor, uh, Alex. Ja, dat ja. die serials zijn van 1913. Dus mm -hmm. dat zijn echt is wel Jalousie. Ik ben bij de Blue race yeah. hoor. Ja, hè? flapperen? Ja, hier ja. Ik, zal, ik, zal, ik zal ook iets flapperen mee, want dat is wel cool. Ik ben ook een fan, Thomas, fan. Ik vind hem wel tof. Hè. Ja. Ik heb ook, uh, ik, die verschijnt trouwens ook in, uh, ik kon het weer even afleiden, maar we komen ze weer terug. Maar uh, die verschijnt ook in, uh, in League of Extraordinary Gentlemen. Daar wordt hij eigenlijk in vermeld in een van de latere. comics. Ah, in de boeken, maar niet in de film. In de, nee, de comics, ja, ja. niet van de film. Maar daar wordt hij in vermeld en die wordt vermeld als een van de meest afschuwelijke. Sadistische figuren ooit. Oh, hè? Dus daar kreeg hij een hele duistere kant. En daar zoek ook in dit, en dat is eigenlijk cool. Kan ook eens flapperen met je fokken, dat ga ik ook weer willen nemen dat je dat zie. Ja. Maar deze heet uh, The Wrath of Phantomas. Ja. Dat is een eigenlijk origineel Franse comic, maar vertaald door Titan Noord-Engels. The world's uh... first supervillain. Ja, en dat is een, uh, dat is een uh, Joe Schuster Award-winner, dus die heeft een, een prijs gewonnen ook. Heel cool getekend, heel graaf vooral waar van Thomas ook wel echt wordt afgebeeld als uh, ja, een redelijk gruwelijk, agressief, vreselijk figuur. Wat minder is in die films, natuurlijk. Hè, en en de van wanneer zijn die boeken? Um, Inderdaad, nou, begin, begin 20e eeuw. Ja, die voor die origin zijn echt van 1911, 1912. Ja. Of zo. Dan waren dat de Engelsen heel dat heel toch ver met Jack de Ripper, hè? Ja, maar Jack de Ripper was echt. Dat is echt. Ja, dat is echt. dat is echt Wie zei dat? Ik? <laughs> dat <laughs> was echt. Wie weet is die je gewoon verzonnen vindt, dat is eigenlijk <laughs> ja. waar. Ja, ja. Voilà. Maar dus die um, dat, dat is wel heel cool, omdat hij uh, ja, hij zit nu. Al het in, hoofd, de, in mijn bandje. En wel, de hoofdrol. No <laughs> de hoofdrol, no no zijn een tegenstander. Is hij een uh, inspecteur? Uh, Jouvet zeker? Of Javert, of hoe heet hem? Ik weet het al niet meer. Javert van is waar. Le Misérable. Nee, Jouvet is het dan. Juvet. Dat Dat zijn grote tegenstander. En dat is dan de rol van, van de funé in, uh, in die fantomas film. Ja. En dat was wel Jean-Marais, was daar wel de grote ster, origineel. Ja. Klopt. Maar omdat de funes ook op dat moment met zijn, met zijn gendarme in opmars was, en dan ook nog eens in die film, was bij de tweede, tweede film, want dat is, hè, dat is een trilogie, en er zouden normaal vier geweest zijn, want er zou ook Fantomas in Moskou zijn geweest, maar die is nooit gemaakt. Ah, dat wist ik niet. Ja, waar zelfs uh, uh, waar ze ook alle sterren waren wat te duur geworden om dat nog bij elkaar te krijgen. En Jean-Marie wou ook maar geld blijven bijvragen, omdat De Funes ook meer en meer poen kreeg. En de tweede film waren ze gedubbelbild. En de derde film was het eigenlijk De Funes dat de, de topbilling kreeg. Zalig, ja. hè? Dus dat was, echt zo, dat was echt een moment dat ze voelden: van ja, er was echt. Een, die, die was enorm in opmars toen dat die film uh, uitkwam, die eerste. Maar dat zijn wel echt heel leuke films. Ik, ja. uh, ik vond dat ook, ja, dat sprak ook tot mijn verbeelding als kind. Maar dat heeft ook een hoog pimpenter gehalte ja. ofzo. De, de, de ja. slechterik. Is slechterik, ja. is een terrorist bij ja. uh, momenten. Uh -huh. Maar uh, ontsnapt ook aan het einde. Uh, uh, die die uh, uh, de, 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 de rare politieinspecteur, die vooral uh, uh, heel veel aan het roepen is, dat is Louis de Finet. Je <laughs> hebt de krantenman uh, door die andere acteur gespeeld. En dan een knappe, uh, knappe actrice. Uh, ja, eind... die net overleden is trouwens uh, vorig jaar. Is Dat jaar? die Milaine. Uh... Ja, inderdaad. Die is in 1 december overleden. Milaine. De Mongeau, ik kan het niet uitspreken. De maar Mongeau. De Mongeau. Uh, die uh, uh, zeer aantrekkelijke vrouw, die ook in volgens mij alle drie de films meespeelt. Mm -hmm. speelt. En het is gewoon een hele leuke bende. En ik vind die, die blauwe kop, ja, dat is ook een iconische, cool, iconische Zo'n dat ja. 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 alle... een blauw-groene kop. Hij heeft ook een beetje een Blofeld-achtig kostuum aan. Yes. Dan, wanneer dat hem, uh, he, dus, this, 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 En hij this, heeft een layer, hij heeft echt een layer. layer. En dat ja. is 64, dus het, natuurlijk refereert het al een beetje. Maar 64 is pre-goldfinger. Dus het, 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 dus maar het, het refereert wel om Bond. Het refereert aan Bond, ja. Het was eigenlijk vanaf het moment dat je, dat je uh, Dr. No kreeg, wat ja. zo'n onwaarschijnlijke ja. hit was al, dat dat meteen heeft gezorgd voor een hele hoop. Hè, Bondachtige films, of dat toch in die sfeer moest zitten of zo. Goldfinger is ook dus 64, uh, dus als die helemaal ja. juist zou zeggen, maar inderdaad, ja. het, het ja, is ja. In diezelfde. Maar dit heeft iets meer die jaren 60 ja. wel Dat kleurrijke jaren 60. Ja. Zeker ja. die tweede film. Er zitten een paar scènes in die echt een beetje. Uh, 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 student, uh, ik heb te veel LSD gepakt. Uh, ja. uh, uh, ja, lavalamp. Lava, lava lamp. Was, lava lamp films. Ja, ja en ik vind ja. daar gewoon... Een nieuw genre. Een nieuw genre. Lava lamp on, Sven, we gaan dat terug introduceren <laughs> yeah. in Vlaanderen. We gaan okay. eens een lava lamp film De maken. De eerste Vlaamse lava lamp film. <laughs> Wil ik zien? roll en ontucht. <laughs> Stoute meisjes en snode jongens. <laughs> Stout, ja, dat <nee>, is <laughs> ja, Maar ik had, dus, omdat ik die gendarme film gezien. en de andere film waar we zo meteen op komen. ook grote bekende filmen van hem. te dus komen we zo meteen ook nog op. Maar mm -hmm. die foto was. dat prikkelde me wel, maar ik had het no daar had ik nooit gezien. Dus ja. ik heb dat nu voor het eerst gezien. en ik heb ze alle drie. nee, wacht, ik heb de derde ook niet helemaal uitgekeken. Maar die, uh, 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 ik heb nog andere dingen te doen, natuurlijk. Uh, maar ik vind dat gaaf. Ik vind dat goed gedaan. Je hebt nog andere podcasts organiseren. die over <laughs> andere films. Over wel, andere die films dat je gingen. ook nog moet zien. Ja, zoiets was het. Dus, uh, maar goed, dat was bij nummer 1. En Alex zijn nummer 3. Ja. We zijn no, in de top... ik, ik heb eigenlijk niet echt een volgorde. Dus ik heb er zomaar wat opgezet, omdat ik wist... Ja, die vond ik heel... Maar die fantomassen die bleven mij ook wel heel hard bij als kind. Omdat ik dat... Ik weet dat ik dat figuur ook tekende. Ja, ja. ja zo, omdat snapte. ik die gewoon heel... Ik vond dat een heel hè, zo striking figuur. Zo, en wat ik vond dat nu? wel echt, zo, echt cool. is ja. die Marvel-slechterik? De chameleon, zeker? Ja, ja. Dat is een Marvel-slechterik die eigenlijk ook een soort... Uh, uh, Sekken, uh, geen gezichtsuitdrukking uh, heeft. En daardoor allerlei... Uh, uh, ja. Maskers op kan doen. Ja, is dat is dus ook. Eigenlijk een klein beetje dat, dat, dat Mission Impossible gegeven met die rubberen maskers. Dat je Absolute. totaal kunt het zien en zien. Het is ook altijd de, 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 de kracht van Phantom was ook dat hij ongrijpbaar was. Hè? Dat ze ja. die nooit niet echt konden vinden. Dat dat zo'n soort duister figuur was dat altijd Moriarty. van alles van plan was. Ja, ook. ja. ja dan niet goed, hè? Die je nooit veel goed in de zin had en die eigenlijk bijna ook iedereen kon zijn, wat dat er eraan was. Ja, en natuurlijk. op een gegeven moment is die in die eerste ja. film ook een keer Louis de Funin en dan is het aan ja. het uitleggen en dan, en, dan, en, dan, en, dan, en dan hebben een aantal uh, uh, mensen hebben hem herkend. En ja. hij is dan weer ergens kwaad en dan wordt hij herkend als zijnde de slechterik. En is ja, een, ja. Ik, ja. dat is heel funny, want dan is hij kwaad <laughs> en in de war en dat is heel funny allemaal. <laughs> Uh, op de vierde plaats, dames en heren. We gaan, uh, we we gaan richting de, de top uh, drie. Daar staat de nummer één van Sven. En dat kan ik echt helemaal niet uitspreken. Dat is Lei Oulakuis. Ja, dus dat is het, het billigen ja. of het vleugeltje. Ja. Oh ja, inderdaad. In en? de, 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 de DVD die tie. ik heb, yeah, yeah. staat de, de, de Engelse titel in het Waar Louis de Funé eigenlijk die andere grote ster Coluche... Ontdekt mm -hmm. en ja, introduceert. Ah, ja. um, Iemand die een film heeft gezien? Nee. Uh, ja, juist. Ja, oh, ik, vind dat, ik vind dat de meest ontroerende de Funé van al zijn films. Een vader-zoon-relatie is dat daar mm -hmm. centraal, uiteraard. Vader. Ja. Hier gaan we weer. <laughs> vader is een food, <laughs> is, is een food critic. Hè? Uh. Dat is dan een personage dat in Ratatouille ook terugkomt. Maar ja. is, hij is eigenlijk gewoon de Michelin-guide. Hij is de baas van de Michelin-guide, hè. Mm -hmm. het, is, ja. het, is, het is echt een guide en hij heet Dubuche of zoiets. Het, het rijmt zelfs op Michelin. <laughs> ja, 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 dat is waar. En zijn zoon, uh, zijn grote droom is clown worden in de circus. Ja. ja. En dat vindt zijn vader verschrikkelijk. Je maar die doen. weet dat zelfs niet. Nee, ja, die weet dat niet, maar, die, maar je voelt dat je wilt dat, dat zijn zoon ja. in zijn voetsporen treedt uh, en ik vind dat, ja, die scène dat hem dus ontdekt, dat uh, de veneer mee in een soort van circus act, uh, mee uh, door zijn zuin helemaal vol met schuim en alles, en dan ontdekt hem op die manier dat zijn zuin eigenlijk een clown is. Ja. Ja. Dat is zo ontroerend. Coluche is ook zo goed in die film. Ja. Zo goed. Ja. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Van die, uh, dat, is wel, dat is wel grappig dat Coluche... Dan eigenlijk een zet gekregen heeft van de Funet. Ja. Maar dat is misschien omdat hem dan het gevoel had dat hem, dat, hem, dat, dat dan een, een, een up-and-coming gast was, dat hem ja. kon helpen, ten opzichte maar... van dat, dat hem bij Pierre Richard wel zoiets nee. van ga, kreeg het niet. Ja, eigenlijk met ja. Coluche had hem zich een beetje miskijken Ah, oké. Okay. Hij dacht dat dat niet ging. Hij dacht, ja... Hij dacht, je gaat, je gaat, en, en dat was niet. Nee. Ah, okay. <laughs> dus hij had dan ook ah. een klein... Want ik heb een documentaire van Coluche gezien. En dat dus, mm -hmm. in dat, dat Coluche eigenlijk op de set ook de grote, emabele gast was met iedereen, met de crew, en met iets ja, ja. dat hij niet was. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat weet van... Ja, ja. Toen, ja, ja. Ik heb hier eigenlijk de verkeerde... Ja, want door die film is Coluche ook... Uh, en hij heeft daarna ook door iemand met Coluche samengewerkt. Ah, oké. Okay. Ah, okay. Dat is wel grappig, dat wist ik ja. niet. Ja, maar dat is, ja, dat, dat, dat is toch, toch zoiets dat, dat toch altijd wel overal terugkomt. Hè? Ik herinner mij zo'n zo verhaal van, um, van, van Luc, Luc Kaals, als die bij ons zat, dat hij altijd vertelde over Gaston Bergmans, dat hij het er ook nooit niet van kreeg. Nee, dat hij ja. altijd zo hey, een goede show speelde en mensen kaart laten lachen. En dan kwam de Gaston, was daar toen die avond en je zegt dan gewoon. ...je kunt gewoon zingen... ...maar hij kreeg nooit de... ...je zei, grappig of je zei zo... die zei ja, die was, die was eigenlijk nooit tof tegen mij... En dat is hetzelfde dat Bill Cosby-dingen, uh, uh, Eddie Murphy vooral. Wat ja, ja, Eddie ja. Murphy ook zei, die was eigenlijk nooit niet cool tegen. Ja, maar. de volgende generatie, en de, het ook het... niet snappen wat daar zo grappig aan is, hè, ja, is, ja, ja, ja. Dat is dat de volgende generatie die ja. willen accepteren, dat is, dat is heel menselijk. Hè, dat dat ja, gebeurt heel veel. Ik bedoel, Elvis is Ik Elvis hoop alleen eigenlijk dat je zelf ja. niet zo wordt. He? Ja, dat wel. Ik, ik, dat is, ik, ik, ik dat wel probeer mij hoor. er wel tegen te wapenen. Ja, als dat... ik dat voel komen bij mijn eigen, dat dan denk ik, dat is uw ego. Zo. Lota, lot dat maar ja. even los, want als Soms iemand ik goed ze is, zijn ze een... goed. Soms TikTok ja. of YouTube dingen te kijken en ik denk, ah, dit vinden mensen grappig. Is dit dan grappig? Ah, oh, maar zo? dat is iets anders. Ja, nee, dat is, ja, nee, dat en, is nee, nee, volgende humor. Nee, 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 nee maar ja. dat is iets anders. Dat bedoel ik niet van, dat, daar voel ik niet een soort... Wat um, die ook altijd hebben, is zo'n soort rivaliteit. Hè? Je voelt een ja, ja. soort vervanging, een changing of the guard. De oude mailden. Terwijl... Uh, eh? ja, ja, voilà. Terwijl dat ik, als ik naar TikTok kijk, dan neem ik, ik gewoon deur. Ik, ik kei zijn en totaal niet meer weten over wat dat gaat. Dat ja, is echt zo'n Opa, dat grappig opa is, die snap die er... het niet meer. Ja, nee, maar, nee, nee, maar zowel, dat... is dit dat ja. grappig. Ik snap niet wat daar grappig ja, aan is. En mijn dochter gaat er aan ja, met sommige precies. filmpjes. Ja. En die laat dat dan mij zien. En ik zit er nog te kijken. En ik denk, I, I don't get it. Of ik weet. Niet waarom dat jij hier zo hard mee moet lachen, maar dat nee. deed dan te maken met dat ik gewoon, ja, dat dat niet mijn generatie is. Ja. Nee, dat is waar. Dat is, dat is gewoon niet Maar goed, zin. die Coluche ja. was dus blijkbaar de volgende generatie. Nu, die man is er gestorven in uh, 86. Die is ja, en... in verdachte uh, is... uh, omstandigheden. Hè? Ah, is dat? Uh, ja, Coluche heeft een uh, uh, motoraccident gehad. Uh, maar hij was een ongelooflijke uh, uh, motorrijder. Hij uh, had ook een restaurant du coeur opgericht voor de uh, daklozen uh, in Frankrijk. Uh, had een enorm groot hart en ging opkomen voor het presidentschap. Och, dag. Ja. Damn. Een ja. soort okay. Zo, ja, Zelensky. Cool. Zo'n uh, ja. zelensky afvallen letter Ja, een soort comedian mm. die... Ja. Uh, fucking, hé. Hey. Er is een urban Donald Trump. Urban Legends. Hoe is <laughs> ja, een comedian was, dat president geworden is? <laughs> hij, was, hij was eigenlijk... Je had hey, Mitterrand in die periode, ja, ja. die de socialist was, maar een beetje de salonsocialist. Ja, ja. Maar hij was meer een communist, hè, in de zin ja. van alles ontvolk. En dat uh, 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 begon eigenlijk met een grap. Hij uh, uh, had ook een roeie neus op. Van, ik kom maar presidentkandidaat stellen. Ik, ik kom meedoen met de presidentsverkezingen. En je kreeg eens. Veel sympathie uh, en uh, uh, bijval. En, uh, en, ja. en er is een urban legend dat er met, uh, met die motto wel zou gekloot zijn. Zo Vermoord of... door Mietera. Mieter A. Hmm. Nee, dat heb ik niet gezegd, hè? Jawel. Hmm. Dat, nee, maar <laughs> ik, ik wel, ik heb dat nu gezegd. Fantomas <laughs> <laughs> was het. het was Fantomas ja, Thomas heeft het gedaan. Die heeft dat ja. gedaan. Ja, van maar die, maar die, hebben ja. wel een hele, die zijn wel heel leuk met elkaar. En ik, ik, vind, dat, ik vind wel niet dat die Coluche de, sh, de, sh, de show steelt hoor. Da, 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 mm -hmm. die. Maar die is wel heel goed en die doet dat goed. Mm. Ja, en die heeft dan ook een fantastische carrière gehad. Met fantastische, grappige films. Ook met een hele schone drama-film, uh, 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 Chao Waar uh, dat een garagist speelt. Want dat is ook zo. De. de... Colus, maar ook zo meer, de, meer ook naar het drama-genre, ook uh, avontuur. Ah, ja. Uitstap maken. Ja. Een beetje, beetje Robin Williams die dat ook. Hè, zo, ja. van, die, ja. van die acteurs die uiteindelijk, Jim Carrey ook, Jim Kessel, die dat, begonnen ja. zijn als mega funny, maar Tom dan Hex. meestal zijn dat ook goede acteurs. Hè, ja, die maar die komt dat ook niet omdat je, wel, je, ja. omdat je in, in, bij drama dan de, 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 de appreciatie krijgt van de instituten. Ja, en ja, bij comedy niet. Tuurlijk. tuurlijk tuurlijk no. dat is altijd hè is why I love Mel Brooks ja yeah. he never <laughs> did that. <laughs> ja, maar hij zal, daarom zal hem ook nooit een Oscar gekregen hebben voor uh, uh, hoofdrol. he 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 je he 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 de oh, een, van, een, van, een van de weinige komische rollen dat ik ooit een Oscar heb weten te winnen. Er zullen er misschien anders zijn en dat weet jij waarschijnlijk beters van. Maar een dat ik me echt nog wel herinner: Kevin was, Klein. Uh, Kevin Klein, hè, ja, Voor is, de is voor mij Wanda. beter dan enige. Also, dus ik, -roll, ik, rollen, ik weet dat ook. Ik ken ik, rol. ken, ik ken, ja, nee, maar bijrol, nee, maar. maar gewoon maar de, een, een Oscar voor een komische rol. Ja. want sure. je speelt een funny gast, hè, er is niks. Ja. Nee. Dat is geen een dramatische rol, die is niet diepgaand. Die is, allee, en ook ergens wel, want die speelt dat keigoed. Maar dat is gewoon... Dat is zo'n rol dat ik denk, wauw, heeft hij een Oscar gekregen? Want ja. dat gebeurt normaal nooit, hè, met zo'n rol. Nee, klopt. Dus, dus dat vond ik toen wel heel leuk, dat weet dat, ik nog. Ja, dat is ook zo. Dat nou, ze wel, dat fragment lieten zien van Do you want me to put my hands up? Like one or both? En dat je zo wat <laughs> begint te... Hè, zo, want je, dat is eigenlijk heel de tijd een lul, hè, in die film. Ja. Maar dat is ja. zo goed. Ja, Don't call is... me stupid. Ja, ja, Disappointed. Disappointed. Ja, ik <laughs> maar, maar dat... look, <laughs> is... the queen. Ja, ja dat zit zo vol met van die... That's another chip up the nose, I'm afraid. Ja, zo... Heeft Louis de Funet een veel serieuze rollen gespeeld? Ik denk misschien in het begin van zijn carrière, maar... Nee. Nou, nooit meer. Hè. Nee. nee. Mm -hmm. Nu, dat is ook wel een goede overgang naar, naar de volgende. Naar de, uh, we zijn in de top drie, dames en heren. We zijn in de, op de derde plaats met tien... Uh, met tien stemmen, of ja, twaalf stemmen. Maar, uh, en die stond bij Sven op de vierde plaats. En voor de rest hebben heel veel mensen uit het publiek daarop uh, gestemd. Dat is uh, uh, de rare cyberpunk. Rasuko Shou. Super Shoe Ja. ja. En die stond ja. er bij mij die in? Ik vond dat leuk. Uh, had had er dat... bij mij ook kunnen instaan. Want dat is ook wel een ja. dat mij verser in mijn geheugen lag, omdat ik die ook later gezien heb. Hè, omdat dat degene is dat ik in de cinema heb weten uitkomen ook. Ik vind maar, wat op uh, daar dat doet. Dat is ja. de grenzen, De grenzen verlegt. Uh, in, in de zin van die een alien. Dat is al één een grens die je verlegt. Hè? Want je, je, in het in de, in de tijdperk van E.T. en Close Encounters. Close Encounters was een beetje dan uh, uh, gendarme en extraterrest. Maar dit is echt het jaar van E.T. of het jaar e, voor. Ja, een jaar eerder, ja. ja, een jaar ja. Eerder. ja. Mm -hmm. Dus hey, aliens is een big thing. Lot om een grappige alien komen. Uh, ja. Gespeeld door Jacques Villaret, die heel veel colluche trekt. Uh, ook omdat hij zo. Ja, zelfde... ik, ver, ik verwarde die indruk, Dus ik heb dat ja. opgezocht. Ik dacht, ah nee, dat is niet diezelfde gast. Maar die mm. lijkt er wel wat op. Lijkt hij erop, die ze... ja. heeft die tristesse ook in zijn ogen. Klopt. Uh, dus dat is, al, dat is al één ding dat hem doet in, 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 in filmlandschap. Een, een grappige alien. Maar dan doet hem, vind ik ik, een fantastisch iets. De vrouw, want hij is weduwe, nou, hij is een boer. En hij woont met zijn mm. beste maat. Ook een boer hè, die uh, op hetzelfde erf woont of zo, van een beetje verder. Twee boerderijen van elkaar. Maar hij is dus al heel lang uh, weduwenaar. Ja. En zijn vrouw, die overleden is, die, die een alien, laat die terug tot leven komen. Ja. ja. Dus dat, dat op zich vind ik fantastisch. Die uh, een jongere versie. Dus, uh. dus, nee, nou, ja, een jong, jong vrouwtje is dat. hè? Een jong vrouwtje. En wat blijkt, die een boer heeft er vroeger een relatie mee gehad, ja, De beste die maat. Je hebt een ja. Dat ja. Vind ja. Ik zo? En die en die gedeelte die wil en die, die is jong en die, dat vind ik geniaal, geniaal. Hmm. Alhoewel, als het daar gaat over serieuze, succes, ik vind die, die film heel uh, wisselvallig, maar er zitten wel een hele goede stukken in. En het moment dat hij die deur open doet en hij ziet, die, uh, dus hij ziet zijn vrouw, maar een jonge versie van zijn vrouw mm -hmm. die eigenlijk overleden is. Dat is echt goed gespeeld hoor. Ja. Dat is echt dramatisch goed gespeeld. Dat is niet lollig en hahaha. Uh, ha, ha. Je ziet dat die man ontroerd en in de war is. En dat, ja. was, gewoon, dat was fucking goed. Ja. En, en dat, vond ik, dat vond ik een hele, hele, hele goede scène. Ik in... vind die alien een beetje stom. En het feit dat die dan komt op de scheten. Dat nou, van... is hilarisch. In <laughs> dus... sprutjes. Dus omdat zij koolsoep eten, door die koolsoep, moeten die heel veel scheten laten. En op die scheten, dat is de kool de Dat is een to Ja, ja. Maar gewoon... dat was kalveren vergeten. Ja, ja. Oh, is Aliens komen vanwege de scheten. Ja, ja. Oh, I love it. Dat vind ik echt... Te van alle conventies worden Dat is echt flauwkul. Dat is inderdaad goede flauwekul. Ja, en uh. eigenlijk is dat ook wel, wel, wel een heel goed idee om te zeggen, zo'n een, een, een weduwenaar die eigenlijk ook zijn bestaan een beetje definieert met zijn weduwenaar zijn van mijn vrouw is er niet meer en en in eerste keer redde terug en erdoor dat je er misschien ook niet zo blij niet meer mee bent ja, als die dan wel. wel jaren later ineens terug komt opdagen. Ja. Klopt. En je dan ze denkt, fuck, I've kind of moved on from this. Ja. Ja, en ja, en ja. dat je dan te weten komt dat een beste ja. maat ja, ja, <laughs> er ja, eigenlijk en de, zo, zo, uit, ah, Omdat, omdat dat, hij aan het front dat, was ofzo. Zo, hij was, dat, hij was, dat, ja, dat, was in de Tweede Wereldoorlog of zoiets. Hè, dus. Uh, ook nog, eens, ook nog eens dat hij de beste nog. maat neukt, en met, zijn vrouw, En de beste, beste van hij allemaal, was dat deed dus een vriendschap in een huwelijk naar de te golpen dat hij terugkomt. Ja, ja maar het <laughs> komt wel terug goed. Het ja, ja, komt wel ja, terug goed en, en, en ze gaan mee met, de, het is een beetje zoals uh, Close Counters. aan het einde van de film gaan ze mee. De special edition. Uh, ja, ja, special edition, ja, ja, special edition. Ja, ja. Ja, ze, gaan, ze gaan mee. <laughs> maar het is wel een hele leuke film. En, en, uh, uh, en een is, geweldig uh, muziekje ook hè. Wat iets te veel terugkomt wat mij betreft. Mm -hmm. Oh, dat is een van mijn ringtones. Is dat? <laughs> is <Yeah>. <laughs> ja, leuk. Maar, maar ja, die acteurs zijn goed en, en, uh, en het, is, het is een lollig verhaaltje. Het is wel voor mij, en daarom staat het niet in mijn top 5. Het is science fiction gemaakt door mensen die niks met science fiction hebben. Mm. En, het en, is uh, meer een stuurfeur op de hype van het moment. Ja. Ja. We gaan dat ook doen met een grappige alien. En en wat, ja. wat doet hij dan? Wat is het dan? Dat doet er allemaal niet toe. In, in het begin spreekt hij geen Frans. En de tweede keer dat hij het bezoekt, spreekt hij ineens wel Frans. Er wordt niet uitgelegd hoe het komt. En dat is gewoon zo. Dus die hebben gewoon. Die, die, daar hebben, nou, soms doen Vlaamse dingen dat ook. Dan pak je een jarre. En dat jarre ligt me nogal aan het hart. Dus dan moet, je, dan moet dat voor mij ook wel kloppen of er iets interessants Het is geen science fiction film, hè? Het is gewoon een lollige film met een alien. En die alien is ook gewoon een gast met een, met een, met een, met een pakje aan. Dat is oh, ook Maar hij stond een ook in de videotheek bij de science fiction season. Hij stond, bij, nee, de stond bij de humor Ja, <laughs> ja maar ik jo, vind en bijvoorbeeld en Spaceballs. Dat ook... ja. zal ook bij de humor staan. Maar dat vind ik wel echt een science fiction. Ja. Ja. Oh, ja, wel, dat... Dat... soms kan dat ook leuk zijn dat dat gemokt wordt door mensen die er niks mee hebben, omdat die dan ook iets doen wat je van denkt, eigenlijk slaagt dat ook niks. Maar dat is wel funny. Of... Dit staat ja, ja, dan... ja. dichter bij ja. het veenmysterie dan bij alien. Wat ja, ons ja. ja, ja. <laughs> die aliens die eraan... Dat, moesten, dat was ik vergeten. Dat is juist. Het veenmysterie, ja. die hebben dan diezelfde ja. te strakke... Latexpakje, ja, dat zijn ook geen latex, dat is latex je van je het je dal, ook die kunnen gespeeld hebben, eigenlijk, ja, ja, uh, eigenlijk wel. Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Maar goed, het was wel, het was wel tof, hoor. Uh, ja. het, was, uh, het is een leuke film en, uh, en Louis ja. de Funès, ja, hij is daar, dat zijn voorlaatste film. Hè. Hij, hij is uh, al redelijk ziet, oud. Ja, en je uh -huh. ziet ook in deze film. Zie je ook dat, uh, dat, hem, dat hem niet goed is? Hè? Dat hem dus, uh, hij moest het kalmer aandoen van de dokter. Ja. Hij mocht eigenlijk hmm. niet meer op de film zitten <laughs> staan. Maar hij heeft er dan nog twee achterheen gedraaid. En, ja, en dat is natuurlijk. Nee, hij heeft ja. in, begin jaren zeventig heeft hij een hartaanval gekregen. Wat natuurlijk ook. Dat niemand zegt. Ja, dat is een verrassing. Zo die Amai, man, hoe hij really? zich opwint en hoe, nee, ja. hoe hard, ja, Het feit dat hij een hartaanval krijgt, ja, dat is een beetje logisch. En dan heeft hij een paar jaar tussen, laten we zeggen, 73, 76, 77, heeft hij geen films gemaakt. Mm. En dan heeft hij er nog in 78, 79, 80, 81. 82, elk jaar één film. Terwijl in 64 heeft hij er letterlijk vier of vijf gemaakt. op één jaar, mm. snap je? Maar dat ging niet meer. Uh, mm. En dan is hij gestorven ook in, uh, in Zo 83, maken ze niet meer, hè? zo acteurs die constant hartaanvallen krijgen. en zo in comedians. Hè? Dingen die tegen elkaar op aan het boksen waren, zelfs op podium. Uh, Pryor en Carlin, over wie dat er de meeste hartaanvallen had gehad. Ja. Dat is toch <laughs> geniaal? Allee ja. <laughs> Want hij is ook gestorven aan de hartevallen, uh, mm -hmm. uiteindelijk. Dus ja. uh, Louis de ja. Dus, Maar goed, ik, die uh, soep, oh, soep. Ik hoop dan toch soep. een beetje dat hij nog ja. 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 zo. Dat <laughs> ja. je denkt: ja, zo lest er nog. En dan Ienus Geet. En dan is hij ja. een alien die ik ook ja. Dat is wel tof eigenlijk, hè? <laughs> op de tweede plaats uh, stond bij, ons, bij niemand van ons in de top vijf. Uh, bij Sven was hij wel een honorable mention. Maar die heeft heel veel stemmen van het publiek gekregen. En daarom staat hij op de tweede plaats. En dat is Rabbi Jacob. Je stond l er bij mij wel in, denk ik, hè? Les Aventures de Rabbi Jacob. Mijn ik ik stond er bij, je je uh, stond had er de bij de Alex gezet. op de tweede plaats. Sorry, ik had het niet gezien. Ja, ik heb Ja, ja. Bij haar, ook, ook omdat dat een hele memorabele voor mij was: hè? die bubblegum, of dat je zo op die brommerit en dat die krollen dan zo de richting aangeven. geven. Alleen zo, als kind vond ik dat gewoon heel funny. Ja, en die dans op het einde, ja, ja. fenomenaal, fenomenaal. Ja. Maar als je hem terugziet, dan denk je toch van: ja, ook weer een beetje te lang op sommige momenten. Mm. Mm -hmm. En? Ja, ik heb hem niet meer teruggezien. Dus dat, het is alleen, ik weet dat mijn, mijn mama, die heeft uh, jarenlang, uh, voor, voordat hij met mijn vader was, heeft hij, denk ik, 13 of 14 jaar een relatie gehad met een jood. Hè, dus die heeft ook. Lang gewerkt in de diamantsector en zo. Dus mijn moeder was altijd, had altijd zo'n soort soft spot voor de Joden, zal ik maar zeggen. Hè? Iets waar ik mijn best voor gedaan heb om dat allemaal kapot te maken. In mij. <laughs> nee, maar het, het, het grappigste was dat dat, 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 ja, dat dat ook iets was dat mijn mama een hele grappige film vond. Ja. Ja. En dat ik mij ook herinner als jong gastje dat ik heel hard moest lachen. Mee. Ja. Inderdaad, die in dans, die, die, die bubblegum-scène en zo. En dan, ja, uiteraard die, die pinkende krollen, werk ik echt... En het, ja, het ja. strafste van die film, vind ik... Ja. Er zijn twee dingen. Eén, nu zou je dat niet meer kunnen maken. En mm -hmm. twee, dat is de meest antiracistische film die er ah, is. Ja, natuurlijk. Ja, en ja, ja, ja. Hij, hij speelt echt de grote racist erin. Hij is een racistische ja, ja. man. Allee, hij zegt die, altijd van... Ik, is raciste, worden ik, om, ik om... Is om... racist, je een raciste. racist zet hem maar constant, hè. Ja, maar... Ja. Ja. Ja, ja Dat is het een van, ja, je je dan, een paar paracist. <laughs> Iemand stuurde ook op een gegeven moment: ja, dat is wel wat fout of zo. Nee, ik vind, nee, nee, dat denk is niet fout, want gast moet je je moet die gast speelt een personage. Dat is hij niet ja, ja. zelf. Hè? En dat wel... is een personage die een beetje racistisch en nogal vooroordelen heeft. En omdat de, zijn chauffeur een jood is en die op zaterdag wil werken, ontslaat hij hem. En dan om te ontsnappen aan de slechterikken, moet hij verkleed als een rabbi verder gaan. Het is een beetje de Twilight Zone-aflevering van Vic Morrow. God, ja, dat weet ja. ik niet meer. Mee. Altijd goed. Ja, maar... ik, ik vond dat. Ik, ik weet dat ik. Ik herinner me dat ik dat nog wel, wel echt leuk vond. En, en, en uh, ja, dat dat zo ene is, die je vooral visueel ook heel erg bij bleef. Mm -hmm. Ja. ja het, het enige. Ik had, ik had, die, ik had die, denk ik, echt nog nooit gezien. Dus ik heb die nu mm -hmm. van de week voor het eerst gezien. Mm -hmm. ja. En uh, je weet waar het naartoe moet gaan. Maar dat gebeurt eigenlijk pas op drie kwartier, vijftig minuten: hè, dat, die, dat Louis de Funet. Een, de, die oude Jood uh, uh, is, dat is eigenlijk ja, ja. ver over de helft van de film. Ja. Terwijl ik de hele tijd denk: oeh, maar ja, ik, die enige gast zit in het vliegtuig, die, die gaat die vervangen, dat snap ik ook. En dus daar wordt wel een beetje getelefoneerd in het begin, maar dat duurt keihard, want die, 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 die kauwgomballen zeilen, die zitten daar ver voor. En dan nog een andere, snap ik zeilen, nog eens. Het is eigenlijk een soort: we, we vluchten van de slechterikken en we vluchten op een gegeven moment in. Uh, 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 de Joodse buurt, zeg maar. Ja. ja, ja. En ondertussen moet hij ook nog naar de trouw van zijn dochter, geloof ik. Uh. Ja. <laughs> maar ja, dat is dus wel blijkbaar. En uh, bedoel, ik bedoel, en ik dacht dus ook dat dat meerdere films waren, dat daar ook een soort reeks was, maar dat is helemaal niet. Dat is gewoon ja, één film. In een, in een ja. film. Mm -hmm. Ja. Ja, dat heb ik ook nog een tijd gedacht, Fokko. Ik had juist hetzelfde, omdat dat zo'n populair personage was, zeker in die ja. tijd. Ook ja. zo'n figuur waar dat je hem ook direct mee associeert, hè. Ja. Zoals met Les Gendarmes hadden dat ook met, met Rabbi Jacob, dat weet ik, ik nog. Op een of andere manier altijd... dacht ik, ja, die Gendarme-films ja. zijn er meer, en die, ja. die Fantomas-films zijn er meer, ja. en die Rabbi Jacob-films zijn er ook meer, maar dat is helemaal niet. Dat is, helemaal... ja. dat is gewoon één film. Ja. Die ja. wel letterlijk... Ja, sir. Zo. Dat uh, de Funé eigenlijk van Spaanse ouders was. Misschien ah, nee. daarom dat, u, dat u, uh, uw familie, uh, Spaanse familie, Alex serieus? Dat kan, ja. dat weet ik niet. Ik daarom dat, mijn... dat hij in Spanje waarschijnlijk ik... ook. Ik weet dat mijn onkel je geniaal vond. Hè, en dat hij ook mijn mijn ja. onkel die kon uh, lachen als een, uh, ja, de, een baviaan. Ik kan het niet anders zeggen. Die <laughs> ging, ging er aan op een manier dat je altijd dacht dat hij je daar niet ging overleven. En dat, ik herinner me nog zo'n heel leuk, zo bij mijn tante thuis, en, en ja, omdat hij, was, hij sprak vooral Frans, eh, omdat hij hem, omdat hem uh, sprak heel weinig Nederlands. En, en, en ik, ik, ik had dan altijd, ja, ik, ik, en mijn tante sprak ook altijd Frans met hem, dus ik kreeg dat ook, ja, we kregen dat veel mee, hè, ook via een tv. En dat stond op en er was zo'n familiefeest bij mijn tante thuis, en Louis de Funès stond op, en iedereen, maar mijn onkel, ja, ik dacht echt, die god is niet overleven zo. En dat, dat, ik associeer dat wel met zo'n soort gezelligheid, zo die, ja. die films. Ja, ja, ja. Op ja. die tijd. Iets wat uh, opkwam, dan was het altijd. Oh, er is een Louis de Funé film op. Dan gaan we kijken. Zo, dat. Dus dat was wel ja. zeker uh, het geval. Ja. En, en zijn vader zat ook in een diamant? Ah, ja, van is daar, dat? Ja, oh, ja, Vandaar dat aan. hij ook uh, uh, affiniteit met, had uh, met de Joodse gemeenschap. Joodse gemeenschap. Ja, ja oké, okay. ja. all ja. Hij, oh, hij is dan veroordeeld, die vader is ook veroordeeld in Zwentel. Okay. En zijn moeder, en, want ze waren met drie kinderen... Zijn oh, zeg dat niet tegen Kanye West, want dan zijn we echt, getrugt, echt. Achtergelaten en op Venezuela <laughs> gevlucht. Dus Louis de Ferret is eigenlijk, ja, zijn vader die lang gekend en de, de, de driftbuien van zijn moeder zijn eigenlijk de grootste inspiratiebron geweest voor zijn... Uh, is dat echt? Druk, oh. ...drukdoenderij. Ja, dat is wel funny. Ja, ja dat is goed. Ja. Nou, dan leeft hij. Uh, 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 uh. Kijk, zo zie je waar dat een traumatische jeugd toch nog iets kan opleveren. Ja. Dames <laughs> Alle, ja, hadden we, hadden we nog niet, dat hadden we nog niet door bij artiesten. Zo, hè, nee. Dat is gewoon een, een crappy jeugd, een goede artiest oplevert. Wat een de, al, vast, al die kapotgerelatieve mensen, daar komen geen fatsoenlijke er artiesten in uit. Er komt, in er in komt van, geen een fatsoenlijke comedy niet meer uit, jongens. Sinds dat die allemaal op therapie om die losers. Nee, nee, All right, opa spreekt. Mm -hmm. Heerlijk, love it. Goed, dames en heren, de uh, uh, onbetwiste nummer één. Uh, ja, dat uh, is toch een beetje... Allee, dat dat komt niet anders, hè? He, ja, ja, maar het is ook wel echt een hele goede film. Hè. Ja, uh, maar ook veel te lang. stond bij Sven op de vijfde plaats, bij mij op de tweede plaats en bij Alex op de eerste plaats. Uh, volgens mij de enige film die in alle drie onze uh, lijsten staat en dat is inderdaad le, le grand la grande vadrouille. Ja. La, la grande vadrouille. Ja. La, la grande vadrouille. Okay. Okay. Ja. La grande vadrouille. Oké. In Wat oh, betekent dat la grande Vadrouille. een boemel of ze weten? Ja. <laughs> ja. De, de ja. Nederlands vertaling is een reuze boemel. Ja, er is er nog een, samen uit, samen thuis. Zo werd hij ook genoemd, wat ik ook wel heel funny vond. Dat dekt wel de lading van het verhaal. Ja, dat is een beetje wel. Het is dat ene stukje van hallo, hallo, de ondergedoken Britse dingen. Dat zit ook in allo, allo. The British German Hello, 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 T for two. <laughs> ja, 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 die voor toe moeten zien. Die voor toe, ja, ja, goed. Maar het is wel, het is al die talen, dat is ook wel leuk, die talenverwarring en al die talen door elkaar, en Engels en Frans mm. en Duits zitten er doorheen, en, mm. en de Duitsers spreken ook Duits, maar ja. of heel slecht Frans, weet je wel, dat is ook wel een dingetje. Ik vind het een, echt, het is echt een avonturenfilm. Het is ook van de regisseur van die, uh, die andere die ik net vast had, die uh, ook bij Bourville uh, is. Ja, Gerard Oury. Uh, ja, dus, uh, mm. dus, en dit is weer een uh, waarin Louis de Funès uh, een wat uh, 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 rijkere gast en die boefille wat uh, dirigent, ah was... re... oh, ja, dirigent uh, 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 met zijn met zijn gekke met zijn gekke uh, bruik. Bruik op. Ja. is zijn schilder en die met twee helpen een paar uh, Britse gestrande uh, piloten. Ja, uh, en, en dat is het verhaal. Ja, is de tot is, is jaren de meest succesvolle film aan de Franse kassa geweest? Ja, Tot hij ontroond ont ont werd door Bienvenue chez L'Estie. Ja. Ah, ik dacht Titanic. Titanic. Nee. Nee. Ik dacht Titanic. Nee. Nee. Ja, Franse een... film, hè? Ja, ah. ja, de Franse film was inderdaad L'Estie, maar Les het was eigenlijk Dinges. Was toen, uh, Titanic was de eerste film dat meer haalde aan de box-office in Frankrijk dan, uh, dan La Grande Vadrouille. 17 zot, miljoen he? mensen hebben La Grande Vadrouille gezien. <laughs> dat is veel ja. volk, hè? Ja, en, dat is heel uh, Ja ja de, 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 de uh, uh, Want heb jij is van 2008 blijkbaar ja oké okay, ja ik heb oh, nee, die nee. ook nooit gezien is dat, is dat, dat een is, leuke film dat is kei leuk ja dat is kei leuk want iedereen had erover. en blijkbaar moet iedereen dat op school zien of zo dat is wel een dingetje of zo ja. en ik heb, ik, heb daar, ik heb daar echt om moeten lachen ja want dat het is mm -hmm. eigenlijk... dat is een beetje Vlaams hè dat is, dat zijn Vlaamse Fransen hè ja Mm -hmm. En dat is ook weer een vis uit of water, een gast die. Uh, van, in het noorden, verbeten... hè? Ja. Noorden, Pas de Calais. Hij komt mm -hmm. van het zuiden en hij moet in het noorden. Ja. En hij, hij, hij aardt daar eerst niet en dan wel. En dat is keihard leuk. Dat is een keihard leuke film. Ja. Maar, uh, uh, Lagrange van Droei, wat vinden we daarvan, jongens? Ja, ja jij zit ik... er minder zot van dan, dan. Ik vind dat vooral een, 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 een duo-film. Mm -hmm eerder dan een echte Louis de Funès film. Ja. Mm -hmm. Dus ik zou die in Louis de Funès zit je zeker in een top 5, maar niet bovenaan bij mij. Ja. Ja, maar... ik, vond die, ik vind die setting natuurlijk altijd leuk. Zo'n ja. komische oorlogsfilm. Ja, zie ik ook hey, wel. Zo die, die onnozele... Uh, hey, zo die, die, die een bak verf over de nazi's laten vallen en, en oei, sorry, je moet alle uniformen op de kloten golpen Allee, zo die schelen duts die zijn eigen vliegtuigen uit de lucht schiet Ja, als kind moet je daar ook keihard mee lachen. Dat Er <laughs> zit zo vol met van die... Hey, dat Engels dat die dan spreken, zo, die... die ja, de, de, ook, ook een beetje dat avontuur, hè? want het is ja. inderdaad wel een, een, een combinatie van zo. van die. Van die dat is een, een halve komische Indiana Jones-momenten. Jones, ja, je, Kelly's Heroes, moet ik, wel, ik ja, wel, ook zeggen. Ja, dat heeft, dat heeft zowat die sfeer van die films. Inderdaad ook heel goed gedaan, gelijk dat ze bij sommige Amerikaanse en Britse films ook gedaan hebben. Dat ze de Duitsers Duits laten spreken ja. en, en, en daar ook echt de Duitse acteurs voor pakken. Ja. Dus de, zo heel die... Ja, ik vond dat echt een... Dat, dat is wel, wel de meest memorabele voor mij. Dat is daarom dat ik hem ook op nummer één heb gezet. Omdat dat degene is dat ik denk ook het meeste gezien heb vroeger. Hmm. En ik weet dat ik dat altijd leuk vond als die een op tv was. Eh, als ik ervoor mocht opblijven om die te kijken, omdat die een op was. Dat is wel waar, wat je naar ja. zegt. Dat is ja. zo'n film dat je zo. Ja. Menivier of zo, als die dan op ja. tv was. Ja. Van, oh ja. Ja, ja. En dan wist je ook. Op oh, Pinde komt dat stuk dat die schelen Dutsen na, vliegtuigen de lucht ja. knalt. En, of ja, die scène kind... met die met de stolen achter je en zo. Dat ja, ja. En als kind moest ik daar altijd keihard mee lachen. Allee, dat vond ik. Dus daar heb ik zo een beetje de mooiste herinneringen aan. Zo, ja, die dat film. snap ik. Dat dus snap. dat is eigenlijk daarom dat ik hem gekozen heb. Want, want het ja. is ongetwijfeld waar, vinden we dat je zegt dat als je de funé in zijn glorie wilt zien, dat er misschien betere films zijn om dat in te doen. Maar die was gewoon in zijn. In zijn geheel. Dus plus, hè, er is, is zo'n tijdje geleden zo'n soort F 50th anniversary van het gekomen. En die, hè, die, die dat jij vast zit inderdaad ook. Maar dat is ook een heel mooie restauratie. En dan zie je ja. dat dat eigenlijk een hele schone film is ook. Dat is wel de, de film, de Louis de Funès film met het grootste budget. Dat is echt een avonturenfilm. Die ja, internationaal ook opgepikt is. Hè. Ja. Wat, wat de eerste Fantomas trouwens ook had. Die is ook in Amerika uitgekomen. Ah ja. Wel gedupt in het Engels, want dat hebben ze met de twee vervolgen niet gedaan, maar met de eerste wel. En je voelde wel dat het, die La Grande Vadrouille ook wel een, een, een soort internationaal thema hè? Iedereen kan nemen een komische oorlogsfilm. Ja. Ja, waar, waar, waar we later eigenlijk mee Allo allo' ook wel gezien hebben met die reeks. Dat je goed kunt blijven lachen met, 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 met die situaties allemaal. Ja. Maar, uh, maar ja, nee, ik vond dat uh, dat wel degene. Als je, mij wel, als je tegen mij zegt Louis de Funé, dan denkt het natuurlijk direct aan Legendarme, maar dan denkt het toch ook wel aan lagrande ja, ja. ja. En aan Rabbi Jacob, dus die draait ja, zich ja, voilà, Dat de... zei ja. ook... het was, wel, het was inderdaad wel niet, niet zo raar dat die heel hoog zijn geëindigd. Nee, uh, klopt. Ik moest ook die ene, acteur, de Britse acteur met die enorme snor. Terry Thomas. Terry Thomas. Nou ja. en, dan, en dan zoek je op. En ik van ja, maar die hebben we toch al in honderd andere dingen gezien. Dat valt eigenlijk wel mee. Dat is zo, die zo, it's a bad, 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 bad world zit hij in. Mm -hmm. en, en adormen... for Scoundrels is een film met hem dat ongelooflijk goed is. Die en hoe heet de... hij? Call for Scoundrels. Och, oké. Okay, maar ja. dus niet de remake, hè. Want het nee, is de, nee. onlangs de remake geweest een paar jaar geleden. Mm -hmm. nee, Terry Thomas. En dat is uitgekomen bij N Network, denk ik. Zo, ah ja. Qua, qua label. Ja, en dat is, is dat een... ouder? Is, welk jaar is dat? Oh, ja, zwart-wit. Zwart-wit. Ah, okay. er, er zit een tennisscène in. Pure comedy met Terry Thomas. Dat is fantastisch. Cool for Scoundrels. All right. Ja. Film uit 1960. Uh, Nooit vermoord. Ja. ja, hij zit ook in die uh, Deense Diaboliek uh, film. Mad, 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 Mad World. Oh, uh, Danger Diabolic, hoe is dat? Ja, dat is dat ook zo'n jaren ja. 70 uh, en 60. Uh, ja. Zo die stelische kleuren, lava lamp film. Ook een lava film. Ik oh, zo'n ah. pseudo James Bond. Maar Je dan. ken die uh, film niet. Nee, nooit gezien. Danger hey. Diabolic. Een oh, hey, ja, videoclip van de body moving van de uh, Beastie Boys de, is ja. gewoon daaruit. Ja, dat komen allemaal stukken uit die film. Dat is ja. zo opgenomen clipjes gemixt met beelden uit die film. Ja. Dus die die Fatboy Slim remix hè. Bariolbain, uh, Bariolbain, Diabolik. Diabolik, Diabolik, ja. Is Diabolik met een K. Uh, Diabolik. Ja. Dus. Dus dat is een typische uh, Italiaanse Bava. Italiaanse film, ja. Van ja. Mario Bava. Ja, dat is van dat Mario is goed, Bava. He? Ja, ja. ja. Ja, ja, dat, dat is ja leuk. Goed. Dat, goed is echt, goed. dat is echt een coole film. Moeten ja, zien, Sven, Dat is ook ja, visueel ja, echt cult, cult, heel cult tof. Ja, ja heel, culty, heel heel maar wel echt cool. Ja, en ook, okay. eigenlijk is die een diabolic ook. Dat is wel de held, maar dat is ook een beetje de phantom. Ook een ja. beetje phantomas. Er zit ook wel wat ja, dat... Ja. Is het ook die een soort inbreker die eigenlijk zo... Ja, de, de... de, <tiedert> de gentleman cambrioleur... Toen <hater> de, 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 de villains bupin. toch inbrekers waren. Ja, ja <hazien> alles. de goede oude tijd. Ja, de diamantrovers. Ja, ja, ja. precies. Ja, voilà, dat, ja. Soort, dat soort schobbejakken en addergebroed. <hazien> <hazien> dat opgroeit voor gallig en rat. Maar die we dat toch nog interessant en sympathiek vinden. Ja, inderdaad. En wat je er ook nog een soort charme bij had, met die figuren. Dat Tuurlijk, je denk, dat de, ah, diaman de diamanten werden altijd gestolen voor de vrouw, uiteraard. Ja, ja. En van rijke mensen die we toch stom vonden. Dus dat is <laughs> ook niet zo erg. Ja, 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 ja voilà. Dus ook, ook altijd goed. Ja. <laughs> voilà, ik denk dat we ongeveer wel een soort beeld van de Louis de Funet-films uh, hebben gegeven. Uh, 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 het, het grappige is, ja, voor dit soort podcasts, dat is ook voor mij is leuk om erin te duiken. En dan uh, inderdaad, uh, ik heb iets van twaalf. 12, of 13 films zitten kijken. En dat heeft mij niet... Dat, ik vond dat echt leuk. En ik, ik, er zijn er nog een paar die nu nog op mijn lijst staan, die ik ook ja, wel echt wil kijken. Er is er mm -hmm. een één, waar ik even over wil babbelen nog. Ja, doe wel, maar. Die ik doe. nu ontdekt heb. Op nul? Okay. Op de nul? Op nul staat... Nee, ontdekt mij over, over hem op te zoeken, van eigenlijke ah, ja. films. Sur un arbre per Oké. Okay. Van 71. En die premisse is... A politician picks up a couple of hitchhikers on the road. After a scary driving accident, the car ends up on a tree above the sea. Ah, nee. Ach, maar dat zegt mij iets. Maar dat heel die film zich daar afspeelt, ja, of dat die echt in wel een graag zitten Dat bovenop een boom zit. Ja, ja dat zegt mij iets. Ik, ik heb het ik dat ik dat zo hier op bij op. Ja. Ja. Dat is waar Geraldine Chaplin... Ja. Ach. Cool. En ja, nu wil ik dat ook zien. Ja. <laughs> <laughs> ik heb, hem, ik heb hem niet al besteld, Fokke? Terwijl het gesprek aan het gaan is. Hij zit nog niet in het bandje. Moeilijk in het te trend. vinden. Ja. <laughs> maar ik moet even kijken, want ik heb van die, allemaal van die, uh, er zijn heel veel van die boxen, ik moet eerst even kijken op mijn box of die daar ergens tussen staat. Want ik heb, uh, dat is ook wel waar, wie weet dus helemaal. Misschien heb ik hem al, uh, maar gewoon nog niet ja. gezien. Uh, ja, Sven, voilà. als, als, als ik als ik eens mag vragen, want jij bent wel de, hè, de grootste kenner van ons drie en ook de grootste fan. wat mocht die je zo speciaal voor u? Waarom, waarom blijft dat iemand? Want jij zegt dat je dat ook om de paar jaar echt nog bekijkt. Hè, dat je Omdat dat, dat, nog dat iemand is waar je nog begint te zenuwen, maar dat ik luidop me moet lachen. En, en ja. ik denk dat, dat hè, John Cleese, Rowan Atkinson, Buster Keaton, Louis de Funeet, Woody Allen, uh, Mel Brooks, mm -hmm. de, al, dat, dat zijn ja van die mensen waar je generatieoverschrijdend mee blijft lachen. Ja. ja. Dat doet Top. mij ook zo denken aan dat schoon moment op het einde van, uh, van die film Chaplin. Waarin zo, hij zo gezegd geëerd wordt voor, voor een, een, zo'n een Lifetime ja. Achievement Juist. Oscar. Ja. En dat je dan zegt: Oh, die oude roemel, wie god er nou nog mee lachen? En en dat je zaal, dan heel ja. die zaal wordt kapot. Gaan. En dat je ja. denkt: Ja, als het goed is dan blijft het ook goed. Blijft het goed. En je, is moet ook het een dingetje. je moet het ja. soms niet te ver gaan zoeken. Ik heb er nee. al dikwijls verteld. Ik heb ooit in een volle zaal mm -hmm. met de Jan Verheijen, die zo zo'n jaar film of zo weet, hij. en die liet een fragment zien van Laurel en Hardy in een volle zal. En iedereen lag plat. Ja. En ik dacht van, what the hell is this? Ja, ja, ja. En dan weten those guys were on to something. Ja. Eh? <laughs> ah, hier. Je Sur ja, un ja, ja. ja, ik, ik heb hem zien. op deze box uh, staan. Kijk eens aan. Fokken was alles. al niet meer aan het lusteren. Naar wat dat nee, was. nee, nee, nee. Die goed, wel, zo... ja, ik ik zat helemaal eigen... op zoek naar die film. Een, ja. een andere titel die ook. die ik ook. die nou niet terugkwam. maar die ik wel. La Grande Vacance. En wel, dat is die, ah, die ja, waar Ivo ja, Pauls in meespeelt. Ja. Ah, dat is die waar Ivo Pauls mee speelt. Oh ja. Die staat hier ook op. Ah, voilà. Dan kun je dat zien. De grote lu. Kijk Alright, heren, uh, uh, op, uh, op naar de volgende uh, uh, toestand waar we het over gaan hebben. Ja, een Bolmondo-ding wil ik het ook uh, dringend eens over hebben, maar er zijn nog wel andere. En ja, ik ken er weinig van, van Franse film, en ik wil dat toch wel, en ik wil dat toch wel onderzoeken. 40 jaar na de dood van Louis de Funé, nog steeds geen biopic. Inderdaad. Dat is waar. Ja. Daar dat is we wel waar. Hoe, hoe populair, want hoe immens populair dat hij was, is maar, dat eigenlijk die, raar. Wie zou dat aandurven? Ja, ik ken niks van <laughs> Jim Carrey <laughs> moet Frans gaan leren. Jim Carrey die Frans brengen. Dat is wel een Canadees. Dat is en, het moet, kan wel, Frans. Moet, moet wel gezegd worden, die een keer zijn leven al door de klote golpen met een komische legende te spelen. Ja. Ik kan niet wachten om te zien waar dat naartoe gaat, als hij volop met het gaat voor uh, Louis de Funès Ik zou, zou <laughs> Martinez kasten. <laughs> ik vind dat het ja, dichtst ja. ja. bij Louis Vuitton. Ah, well, you've got a good point there. Ja, de bondscoach. Van, de, de, de coach van de Rode Duivels. Nu ah, coach van Portugal. Nu van Portugal, ja. Ja, die ja, ja, in, in ieder geval die, die, die hele passionele kwaadheid wel, ja. <laughs> wel, en, wel mee. En die zwarte wenkbrauwen. Ja, ja. ja. ja, ja maar wel ja, ja. iets te aantrekkelijk, vind ik. Wel iets te mooier, man. Maar. maar ja, dat is vaak zo van die Hollywood... Er bestaat make-up voor, hè. Mm -hmm. En die hollywood versies zijn ook altijd iets klapper dan dat ze in het echt zijn. Dus dat Vaaker, het vaak toch, vaak ja. toch? Ja, ja. Die, die, dat, toch, dat je toch altijd denkt: zo mooi was de nichten niet. Dat is Heren, Louis de Funet, ik hoop dat mensen die geluisterd hebben uh, getriggerd zijn om zijn films te gaan bekijken. En. Lop, en uh, de en uh, uh, zelf dat te onderzoeken. Of, of die ene film die ze, dat, dat ze dachten: Ik heb alles wel gezien. En nu ook eentje of twee gehoord. Dan denk je: Oh, fuck, die wil ik ook zien. Oh ah, ja, uh, koop die DVD. Uh, zoek dat op op het internet. En, uh, en uh, dat, daar, daar, dat vind ik altijd leuk. Ik, ik, ik krijg ook vaak reacties: van Oh shit, nu kijk ik naar die film. Of, uh, ik heb onlangs een Carpenter-aflevering uh, gedaan met Maarten. Ja. En, en, en ook mensen zeggen oh ja nu ga ik uh, die film kijken of die film kijken ja dat vind ik leuk John Carpenter ook hoe man 75 God. geworden vorige week ja. dus uh, nice. dan, lang zal hij leven ja godverdomme die heeft toch ook zijn, een paar ja. klassiekers neergelegd waar ik van denk uh, ja. Ja. ja ja die heeft wat mij betreft geen slechte film gemaakt maar en dat muziek, was inderdaad ook, ook, ook leuke muziek, muziek ja. hè? Dat, was die, dat was uh, vorige week die Franse dus... band, Carpenter Bruten, maar we er letterlijk om te danken. He. En die ja. het Sint-Wave-genre eigenlijk ook. Eigenlijk dus ook. dus, dus, uh, dus uh, goed gedaan daar. Op twee vlakken. Ja. Inderdaad. Mm -hmm. Allright, gentlemen. Altijd fijn om bij jullie over film te babbelen. En op naar de volgende keer. Uh, enorm bedankt voor het gesprek. Het, is, het was weer. Uh, uh, heel lang, maar wel interessant. <laughs> uh, ja, de, ja, de, kort, de, kort ging naar nooit zijn Ook mijn voren. fout dat ik je top 15 uh, uh, gedaan heb. Wa en niet waarom toch altijd? Ja, waarom altijd? toch altijd? <laughs> Sven de Rinner, Alex Enkje, enorm bedankt voor het gesprek. Met is. Bye.